Oosting. Ik heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de minister-president, de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. En ik geef de heer Segers als eerste spreker namens de ChristenUnie het woord. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik heb een punt van orde, tweeledig. Eerst wil ik een herhaling, onderstreping van een verzoek wat collega Pechtold heeft gedaan gisteren, namelijk over de sprekersvolgorde van de kant van het kabinet. Er zijn veel vragen over de bindslieden op veiligheid en justitie. Wij zouden graag hen eerst willen spreken, zodat de antwoorden die daar zijn gegeven, we die kunnen bespreken met de premier. En het tweede is dat bij de hoorzitting heeft de heer Oosting gezegd dat als de gesprekspartners van de commissie daarmee instemmen, dat de gespreksverslagen dat die beschikbaar zijn, dat die beschikbaar kunnen worden gesteld. En de vraag die ik graag zou willen stellen is of het gespreksverslag met de minister-president of dat naar de Kamer toe kan worden gestuurd. En daarvoor is nodig de toestemming van de gesprekspartner, in dit geval de minister-president. Wat betreft het eerste verzoek, het is goed gebruik dat het kabinet bepaalt wie namens het kabinet spreekt. Maar goed, kabinetsleden zijn hier aanwezig, dus die hebben dat verzoek ook gehoord. En het tweede verzoek, ik kijk even naar minister-president, of u daar iets kort over kan zeggen. Ja, voorzitter, die gesprekken hebben in vertrouwelijkheid plaatsgevonden. Alle deelnemers moeten er ook van kunnen uitgaan dat die gesprekken vertrouwelijk blijven. Dat is te meer belangrijk voor toekomstige onderzoeken. Ik ben bereid om mijn gespreksverslag aan de Kamer te sturen. Maar dan wil ik wel de afspraak maken dat het daarbij blijft. Als het zo zou zijn dat vervolgens gespreksverslagen van ambtenaren ook worden opgevraagd, dan kan ik dat niet doen. Dus ik kan het alleen doen als het daarbij blijft, als dat de afspraak is. Maar als het toe leidt dat daarmee druk ontstaat om ook ambtelijke verslagen naar de Kamer te sturen, ik kan u zeggen, ik heb daar zelf geen inzage in gehad in die verslagen, maar dat zou de vertrouwelijkheid van die gesprekken doorbreken. Dat gaat echt niet. Maar mijn verslag kan ik toestemmen. Vertrouwelijk, heb ik begrepen. De heer Segers. Nee, dat kan openbaar. Oké. Okay. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, ik wil de minister-president danken voor die ruimhartigheid. Mijn verzoek betrof dit gespreksverslag. Andere verzoek, ik kan niet namens de collega's spreken en ik weet ook niet hoe dat debat verder gaat. Dus ik kan dat niet namens alles en iedereen beloven. Maar mijn verzoek betrof dit gespreksverslag en en dat lijkt mij goed als dat naar de richting de Kamer gaat. De minister-president. Voorzitter, ik moet het hard zeggen. Ik ben bereid mijn gespreksverslag openbaar te delen met de Kamer. Dat kan nu worden toegezonden. Maar dan zeg ik erbij dat ik ervan uitga dat het daarbij blijft. Nogmaals, het kan worden uitgelegd bij ambtenaren als druk om ook hun verslagen openbaar te maken. Ik vind dat echt zeer ongewenst. Omdat dan zij in de toekomst onveilig zijn als zij gesprekken voeren met dit soort commissies. Als wij het erover eens zijn dat we het later bij mijn gespreksverslag akkoord. Ik ben blij met de heer Segers die zegt ik ben het daar mee eens. Laat ik dat van mijn kant zeggen. Ik maak het openbaar. Maar het kabinet zal het ook bij laten. De heer Segers. Dan voor de laatste keer, mevrouw de voorzitter, dat het de commissievoorzitter zei dat onderstreept, en dat wil ik dan ook onderstrepen, dat het aan iedereen gelegen is aan iedereen om al dan niet toestemming te geven. Dus in dit geval zegt de minister-president, ik geef daar toestemming voor. Als anderen daar geen toestemming voor geven, dan is dat aan hen. En dan ligt dat besluit en de mogelijkheid om dat besluit te nemen, ligt bij hen en alleen bij hen. Dank. Ja, alleen waar ik aandacht voor vraag is de druk die anderen zouden kunnen ervaren als de minister-president zijn gespreksverslag openbaar maakt, dat zij het ook zouden moeten doen. En die druk wil ik niet op de andere ondervraagden, de andere gesprekspartners van de commissie Oosting, leggen. Daarom maak ik dit punt. Voor mijn kant geen bezwaar. Dank. Dan, ik zie de heer Pechtold ook naar de interruptiemicrofoon. Ja, voorzitter, ik vind dat we moeten vasthouden aan wat Oosting zegt. En ik vind dat de afspraak die de status van de vertrouwelijkheid van deze verslagen valt onder de status, de grondwettelijke status, informatieplicht aan de Kamer. Dus als dan wel vandaag de minister-president klinkt nee, maar als die zich laat adviseren zal die horen ja, want ik heb me hier even in verdiept van tevoren. Dus, voorzitter, als in de het vervolg vandaag blijkt dat andere gespreksverslagen, bijvoorbeeld van collega Teven, ook met zijn instemming naar de Kamer kunnen, dan vind ik dat, indachtig wat de heer Oosting erover heeft gezegd, dat dat moet kunnen. Ik vind de status van ambtenaren, daar deel ik de mening van de minister-president, is in deze fase niet nodig. Maar stel dat vandaag of hierna er nog een vervolg parlementair zou volgen, dan kunnen we vandaag niet zeggen, het komt nooit meer naar boven. Want het zou kunnen dat dat
in een vervolgtraject wel het geval moet zijn. Goed. De minister-president. Ja, voorzitter, het luistert nauw omdat ik me realiseer dat als ik mijn gespreksverslag openbaar maak, anderen de druk zouden kunnen ervaren om het ook te doen. Het is waar wat de heer Pechtold zegt. Uiteindelijk moeten mensen er individueel toestemming voor verlenen. Ik denk dat het overigens niet zo is wat de heer Pechtold zegt, dat dat onderdeel is van het informatierecht van de Kamer. Het staat geprotocoleerd in, zoals mijn lezing, de onderzoeksopdracht aan Oosting en het daarbij behorende protocol dat deze gesprekken vertrouwelijk blijven. En nogmaals, ik deel mijn gespreksverslag met de Kamer. Daarmee op geen enkele manier druk leggend op anderen om dat ook te doen. Dat is mijn punt en ik vraag de Kamer dat ook te respecteren. De heer Van der Staaij. Voorzitter, ik denk dat we niet, om maar in de geest van dit debat te spreken, een deal hoeven te sluiten over wat wel en niet met andere gespreksverslagen moet gebeuren. Maar dat nu de vraag van de Kamer beperkt was tot minister-president. Minister-president heeft daar ja tegen gezegd, maar wel aangegeven dat het geen precedent is ten opzichte van andere verzoeken. En volgens mij zijn we er daarmee. Die indruk had ik ook. Dus ik stel voor dat we met het debat gaan starten. En dan moet tijdens het debat de heer Pechtold. Voorzitter, ik wil nog wel iets duidelijk horen. Het antwoord op de vraag van collega Segers, ook namens mij. Of de volgorde in eerste termijn dadelijk van beantwoording is zoals de Kamer dat vraagt. Namelijk eerst de minister en staatssecretaris, daarna de minister-president. De minister-president. Ja, voorzitter, daar ga ik het volgende over zeggen. Ik wil dadelijk eerst echt goed luisteren naar de Kamer. Ik hoor heel duidelijk dit verzoek. In principe is er ook geen bezwaar tegen. Maar wij gaan dadelijk als kabinet ons in de pauze beraden over alle vragen die gesteld zijn. Wat dan vanuit ons perspectief de logische volgorde van beantwoording is. Daar weegt heel zwaar natuurlijk de opvatting bij delen van de Kamer die zeggen, laat de minister en de staatssecretaris beginnen. Ik kom daar definitief op terug bij de beantwoording zijnes de regering. En nogmaals, wij zullen dat verzoek zwaar laten wegen. Maar ik vind het logisch dat we daarbij ook betrekken het type interventies wat vanuit de Kamer gepleegd wordt en wat dan vanuit het kabinet ook een logische volgorde is. Nogmaals, in een vanzelfsprekend zware afweging ook wat de wens van de Kamer is. Goed. De heer Pechtold, tot slot. Voorzitter, ik neem voor dit moment dan maar even zwaarwegende reden moeten tot iets anders kunnen leiden. Ik zal nadrukken waarom ik het van belang vind. De minister-president heeft de afgelopen 2 jaar niet voorop gestaan bij deze waarheidsvinding. Er zijn vragen gesteld vanuit de Kamer schriftelijk. We hebben niet veel tijd gehad in de tussentijd. En waarom ik heel graag eerst spreek met de andere bewindslieden, is omdat het ook nog een opbouw aan feitelijkheden is die voor politieke conclusies uit gewoon verkend moeten worden met beide bewindslieden. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Segers namens de ChristenUnie. En de spreektijden zijn 6 minuten. Mevrouw de voorzitter, waar dit debat over gaat, dat is aanzien van politiek, de geloofwaardigheid van de overheid en het vertrouwen in de rechtsstaat. Toen ik het rapport van de commissie Oosting las, moest ik denken aan de filosoof en kerkvader Augustinus, die zich afvroeg, wat is er nog voor een verschil tussen de overheid en een roversbende als de staat niet is onderworpen aan de wet? Het is de democratische rechtsstaat die het verschil maakt tussen de beschaving en de bananenrepubliek. En die democratische rechtsstaat is in het geding bij de deal die is gesloten met Kees H. En de manier waarop daarna met de waarheid en met de Kamer is omgegaan. Hoe kunnen wij van burgers vragen zich aan de wet te houden, hun belastingaangifte naar waarheid in te vullen, als de indruk wordt gewekt dat politici creatief met de waarheid kunnen omgaan, elkaar de hand boven het hoofd houden en dat mensen van justitie boven de wet staan? En als Kamer kunnen we alleen met vertrouwen in het kabinet blijven werken als we juist en volledig worden geïnformeerd. En als dat niet gebeurt, dan moet die fout onmiddellijk worden rechtgezet. En mevrouw de voorzitter, over dat alles bestaat twijfel. En die twijfel is funest. Mevrouw de voorzitter, met het rapport van de commissie Oosting liggen feiten op tafel. Eerste feit. De Kamer is onjuist en onvolledig geïnformeerd. En dan noem ik de elementen. Er is door 2 ministers een verkeerd schikkingsbedrag genoemd. Vervolgens zegt staatssecretaris Teven bij RTL Late Night dat minister Opstelten de Kamer goed zou hebben geïnformeerd. Terwijl hij tegen DG Roes een heel ander bedrag noemt dan minister Opstelten in de Kamer vermeldde. Als de Kamer vervolgens vertrouwelijke inzage krijgt in het boomadvies over de deal met Kees H., zijn cruciale delen daarvan zwart gelakt
En dat was onnodig, zegt Oosting. Vervolgens is er de kans om goed onderzoek te doen en de waarheid te achterhalen. Maar dan kiest minister Opstelten doelbewust voor een kort en gemankeerd onderzoek, waarbij de onderzoeker niet met staatssecretaris Teven mocht praten. Staatssecretaris Teven heeft een herinnering die veel hoger is dan de door minister Opstelten genoemde 2 miljoen. Maar de minister en de staatssecretaris besluiten samen te concluderen dat heer Teven onvoldoende feitelijke herinneringen heeft. Als laatste punt, als Nieuwsuur op het punt staat om het juiste bedrag te melden, werken twee VVD-Kamerleden mee aan een persbericht waarin staat dat de informatie van Nieuwsuur onjuist is. Terwijl die wel klopte en de informatie ook nog eens beschikbaar was die daarop wees. Mijn vraag aan de bewindslieden van Veiligheid en Justitie is: waarom beschouwden zij het als hun taak als controleur van de regering om, en dan citeer ik hen zelf, de verdedigingslijn van diezelfde regering te versterken? Tegenover de Kamer, waar ze zelf deel van uitmaakten. Waarom schreven ze op dat Nieuwsuur onjuiste informatie had? En dan een tweede feit, mevrouw de voorzitter. De deal met Kees H. deugde niet. En dan citeer ik de commissie: naar inhoud, totstandkoming en afwikkeling kon de schikking de toets der kritiek niet doorstaan. En ook daar de elementen. Er was geen toestemming van het college van procureur-generaal voor het bedrag dat ze overgemaakt aan Kees H. Er had geen package deal met gratieverlening mogen worden gesloten. De Belastingdienst had moeten worden geïnformeerd. Het bedrag was niet proportioneel. De staat sprong er slecht uit. En de vermeende tegenprestatie, waar oud-officier van Justitie Wrakking ook vandaag weer over spreekt en waar de minister-president vrijdag over speculeerde, verandert daar volgens Oosting niets aan. Als er een geheime deal is, had die niet mogen worden gesloten, was daar geen toestemming voor. En de commissie Oosting heeft de heer Teven aangeboden hen vertrouwelijk daarover te informeren. Maar daar heeft de heer Teven geen gebruik van gemaakt. En dan houdt het een keer op, zei Oosting gisteren. Er is geen deal onder de deal. In dat licht, mevrouw de voorzitter, is het buitengewoon zorgwekkend wat er vrijdag op de persconferentie van de minister-president gebeurde. Er ligt een rapport dat eindelijk helderheid moet verschaffen, dat de mist en de rook had moeten verdrijven, zodat we er een punt achter hadden kunnen zetten. En vervolgens heeft de minister-president 40 minuten lang de rookmachine weer aangezet. Mevrouw de voorzitter, het is van 2-1. Of Oosting heeft gelijk, die deal deugde niet en er is geen deal onder de deal. Of de minister-president weet meer, maar dan moet ook echt de onderste steen boven. Mevrouw de voorzitter, we kunnen pas een punt achter deze zaak zetten als de hele waarheid op tafel ligt. Als alle rook en mist zijn verdwenen. Als de rookmachine weer aangaat, lukt dat niet. En ik waarschuw vast, als de premier nu geen volledige openheid van zaken geeft, dan moet de Kamer er desnoods met een korte parlementaire enquête of een parlementaire ondervraging onder ede zelf achteraan. Voor de ChristenUnie-fractie is de cruciale vraag aan het kabinet: wat prevaleert in deze langslepende kwestie? Zijn dat politieke posities? Is dat een reputatie van crimefighters? Of is dat de waarheid? Het juist informeren van de Kamer en het hooghouden van de rechtsstaat? Voor de ChristenUnie-fractie is het antwoord op die vraag alles bepalend. Dit is het debat van de waarheid. Dank u wel. Dank u wel, meneer Segers. Dan geef ik nu het woord aan de heer Roemer namens de SP-fractie. Mevrouw de voorzitter, allereerst wil ik de commissie Oosting bedanken voor haar werkzaamheden. Het lijvige en gedegen rapport is aanleiding voor het debat van vandaag. Maar wat is de crux van dit debat? Is dat de commissie Oosting afgelopen week het deksel van de VVD-doofpot over de Teven-deal heeft gehaald? Is dat de conclusie dat deze deal met een drugscrimineel nooit had mogen plaatsvinden? Dat in plaats van een crimineel te plukken, een crimineel namelijk rijker is gemaakt? Is dat de overheid die heeft meegewerkt aan het ontduiken van belasting en het witwassen van boevengeld? Of het suggestief en zonder enig bewijs droppen van suggesties
over een tegenprestatie van Kees H. En de vraag rijst dan ook waarom de minister-president dat heeft gedaan. Of is de crux dat we praten over een zaak waarin alles op alles is gezet om de waarheid onder de pet te houden? Vragen van de Tweede Kamer die niet of onvoldoende werden beantwoord. Intern onderzoek dat niet onafhankelijk werd uitgevoerd en onderzoekers die niet met de cruciale personen mochten spreken. Of is het feit dat volksvertegenwoordigers in plaats van de regering te controleren, diezelfde regering op het ministerie helpt en adviseert om de verdediging richting de Kamer op orde te brengen? En hoe kijken de beide nu bewindspersonen daarop terug? Voorzitter, we praten met een premier die alles ziet, alles hoort en vervolgens niet de openheid en democratie heeft gediend, maar die heeft meegewerkt aan het achterhouden van informatie die al veel eerder bekend was, of had kunnen zijn, of had moeten zijn. Het lijkt erop dat deze premier de afgelopen tijd drukker is geweest met het beschermen van zijn partijgenoten dan met het bewaken van de rechtsstaat. En dat valt hem zwaar aan te rekenen. In maart van dit jaar zijn twee bewindspersonen opgestapt en dat was onvermijdelijk. Volgens de premier omdat alsnog informatie opdook waarvan eerder werd gezegd dat die er niet was. Volgens anderen omdat deze deal vanaf het begin niet deugde en dat in de nasleep daarvan doelbewust gewerkt is om de waarheid over de deal te verbloemen. De minister-president heeft al die tijd zijn typerende nonchalante houding aangenomen. Hij wist van niks of hij wilde van niks weten. De vraag is, welke van de twee is erger? Hoe kijkt de premier in dit licht nu dan aan tegen zijn uitspraak: ik ben van algemene zaken en niet van alle zaken? Of waarschijnlijk was het toch een goede deal, niet dat ik iets gelezen heb, laat staan een bewijs heb. Of het cruciale verslag van het gesprek van de directeur-generaal en de heer Teven slechts een kattenbelletje noemen en onder de pet houden. En hoe kijkt de premier aan tegen het feit dat twee Kamerleden van zijn eigen partij betrokken waren bij het optuigen van een verdediging voor minister Opstelten, toen toch al duidelijk was dat die verdediging geen stand kon houden? Is het geloofwaardig dat de premier in de afgelopen twee jaar nooit aan de heer Teven heeft gevraagd hoe de feiten nu echt liggen? En hoe geloofwaardig is het dat de premier tot vrijdag aan toe zegt dat de schikking mocht, zelfs nadat de commissie Oosting 431 pagina's lang gehakt heeft gemaakt van deze deal en spreekt over witwassen en belastingontduiking? Het kabinet zegt de conclusies te aanvaarden. Mijn vraag aan de minister-president is, wat betekent dat? Is het geloofwaardig dat de premier, juist op het moment dat twee bewindspersonen van zijn eigen partij onder vuur ligt, geen details over de zaak wil weten? En hoe geloofwaardig is het dat de minister-president zegt het niet kies te vinden om de heer Teven te vragen naar zijn activiteiten als officier van justitie? Is de premier niet de eerst aangewezen persoon om onderzoek te doen naar zaken in vorige functies, zowel bij het aantreden van het kabinet, maar ook gedurende de kabinetsperiode? Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, tot slot. Misschien is de crux van dit debat dat door dit alles de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de mensen in het kabinet, in de politiek en boven alles in de rechtsstaat ernstig is aangetast. En dat, voorzitter, moet deze premier zich zeer aantrekken. Aan hem om vandaag op overtuigende wijze een start te maken om dit te herstellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Roemer. Dan geef ik nu het woord aan de heer Haarsma Buma namens het CDA. Mevrouw de voorzitter, het ministerie van Veiligheid en Justitie is de hoeder van de rechtsstaat. De plek waar criminaliteit wordt bestreden en de waarheid boven tafel komt. Binnen de grenzen van de wet wordt geopereerd. Als het daar aan checks en balances ontbreekt, dan gaat het fout. Kees H. betaalde 750.000 gulden, mocht miljoenen witwassen, kwam vrij uit de gevangenis.
Dat was absoluut niet een superdeal, zoals de premier vrijdag Nederland deed suggereren. Tenzij die premier meer weet en er meer aan de hand was. Maar dan moet dat ook ergens toetsbaar duidelijk worden. Checks and balances. Voorzitter, het rapport van de commissie Oosting legt ook de vinger op een andere zere plek. De informatievoorziening na 2014. Opeenvolgende VVD'ers wezen als bron van het kwaad van dat verkeerde informeren naar het ambtelijk apparaat. Maar wat blijkt nu? Niet het ambtelijk apparaat faalde, maar de politieke VVD-top. Vanaf het moment dat minister Opstelte een bedrag van 1,25 miljoen bij elkaar verzon, had de VVD-machine nog maar één doel. Opstelte overeind houden. Alles moest daarvoor wijken, zo nodig ook de waarheid. Want wat blijkt? Kees Vendrik werd als onafhankelijke onderzoeker terzijde geschoven en vervangen door een bekende van de minister, die vervolgens niet met staatssecretaris Teven mocht praten. Een hoge ambtenaar sprak wel met Teven. Maar het verslag daarvan werd door de staatssecretaris nog gewijzigd en met een paraaf geaccordeerd. Het zat zelfs, zo lezen wij in de antwoorden op de vragen, herhaaldelijk als ambtelijk stuk bij de mappen die de minister meekreeg naar de Kamer. Wat nou, persoonlijke opvatting van een ambtenaar? Gewoon een ambtelijk stuk dat meedraaide vanaf het begin. Voorzitter, de staatssecretaris, dus Teven, maakte tijdens dat gesprek met die hoge ambtenaar uit zijn herinnering melding van een bedrag, rente op rente, van ongeveer 4,8 miljoen gulden. Maar met die wetenschap is nooit iets gedaan. En ook ambtelijk kwam men al heel vroeg tot een som bij een benadering van zo'n 5 miljoen gulden. Maar de Kamer werd niets gemeld. Tot Nieuwsuur op 4 maart 2015 de precieze cijfers toonde. Toen, vlak voor die verkiezingen die daarna volgden, gingen bij de VVD ineens alle alarmbellen rinkelen. De Kamerleden van der Steur en Dijkhoff, notabene de tweede campagneleider van de VVD en Kamerlid, gingen naar het departement om daar de taak van de afdeling voorlichting over te nemen. Niet om te zorgen dat de Kamer waar zij zelf lid van waren zo goed mogelijk werd geïnformeerd. Nee, juist om mist op te werpen. Ze wisten de sporen die zouden kunnen leiden naar de waarheid. En Fred Teven, die zat erbij. Zo lezen we in het antwoord op vraag 126. En noemde opnieuw dat bedrag van 4,8 miljoen gulden. Die Kamerleden die daar zaten, die wisten drommels goed dat Nieuwsuur op weg was naar de waarheid. Maar dat hoefde de Kamer niet te weten. Het beschermen van het VVD-belang boven het informeren van de Kamer. Wat zij niet weten, kan ons niet deren. Maar het mocht niet baten. De minister trad af. En, alsof dit allemaal nog niet erg genoeg was, een week later zaten diezelfde Van der Steur en Dijkhoff zelf in het zadel op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Minister Van der Steur die zei vorige week dat het allemaal normaal was wat ze op het ministerie hadden gedaan. Nou, voorzitter, dat is niet zo. En zeker niet als je vervolgens zelf een week later als minister op dat ministerie zit. En dan vervolgens zwijgt over al datgene waar je zelf een rol bij gehad hebt. En zo werd die nieuwe minister onderdeel van dat hele verkeerd informeren wat al een jaar aan de gang was. Hij hield achter dat hij vanaf het begin wist en drommels goed ervan op de hoogte moet zijn geweest op die 4e maart dat Nieuwsuur wel degelijk de kant van de waarheid uitging. En dat datgene wat minister Opstelte vanaf het begin af aan zei, totaal niet klopte. De heer Klein. En ik vraag de minister, omdat nu... Sorry, maak het even af. Als dat mag, voorzitter. Ja. Ik vraag de minister om dat nou eens eindelijk te erkennen. De heer Klein. Nou, voorzitter, ik herken de beschrijving van de heer Buma waar het gaat over de rolverwisseling tussen twee VVD-Kamerleden die naar de hand ook VVD-minister en staatssecretaris zijn.
Maar ik vraag ook even om een moment van zelfreflectie. Hoe heeft het CDA überhaupt de afgelopen jaren gereageerd en de wijze waarop dus de communicatie tussen de CDA-fractie en CDA-kabinetsleden? De heer Buma. Voorzitter, dat is een terechte vraag van de heer Klein. Want dat is het eerste waar ik natuurlijk bij mijzelf ook te raden ben gegaan. Een CDA dat zich moet beseffen dat het jarenlang zelf regeerde ministers daar had. Ik kan u zeggen, de grens overgaan, van naar een departement gaan als Kamerlid en daar meeschrijven aan iets van een persbericht of wat dan ook, wat als bedoeling heeft de waarheid niet naar de Kamer te brengen, no way. Echt niet. Dat is een grens overschrijden. En misschien is dat ook wel de reden waarom ik ook zo boos over ben. Minister Van der Steur die zegt, ach, dat doen we allemaal. Nee. Wat voorkomt, absoluut, is dat als een deal is gesloten door een coalitie, dat de coalitiepartners vooraf willen weten of de brief klopt met wat ze hebben afgesproken. Dat gebeurt. Dus ja, als de minister zegt, zijn er contacten tussen Kamerleden en ministers? Ja. Gebeurt nu ongetwijfeld ook. Maar het herschrijven van de waarheid door een Kamerlid en een Kamerlid dat campagneleider is, omdat dat voor de verkiezingen niet uitkomt, nee. En dat mag u niet accepteren en dat accepteer ik ook niet. De heer Klein. Voorzitter, dat is terecht en dat zou je ook niet moeten accepteren. Nou, als dat het is, maar daar hoort het antwoord van het kabinet zijde af. Maar het belangrijkste is ook in hoeverre we inderdaad natuurlijk dit land eigenlijk ook gekenmerkt wordt door een achterkamertjespolitiek waar het CDA natuurlijk al jaren actief aan meegedaan heeft. Ook als ze zelfs niet in het kabinet zitten natuurlijk. Kijk maar naar de discussies die we ook nog hier regelmatig hebben, waar het CDA toch ook informeel betrokken wordt bij van alles en nog wat. Dus in hoeverre zit daar die zelfreflectie ook niet? Past die zelfreflectie daar ook niet? De heer Buma. Nou, volgens mij begon ik met een stevige vorm van terecht door u gevraagde zelfreflectie. Want inderdaad moet het CDA zich ook zelf bij zichzelf te raden gaan nadat het jaren regeerde. Dat is zo. U weet ook dat het CDA vindt dat onze rol nu in het parlement erin is van oppositie, waarin we dus juist niet moeten meeregeren, maar moeten controleren. En tegelijkertijd zeg ik ook hier tegen u, ook nu ben ik bereid om met een kabinet te spreken. Echt. Loop ik geen seconde voor weg. En sterker nog, ik denk dat ik het proces ontzettend zou kunnen frustreren door niet te doen wat het CDA nu wel doet. Maar één ding doet het CDA niet. Als Kamerlid naar een minister gaan om daar de waarheid te herschrijven, om te zorgen dat de foute informatie van het jaar daarvoor toch vooral bij de Kamer blijft komen, in plaats van de waarheid uit dat ministerie te trekken. En dat is hier gebeurd. Hier is alleen maar één ding gebeurd: VVD-belang beschermen. Geen enkel moment is daar gedacht aan de waarheid. En wat gebeurt er met die twee mensen die daar dat persbericht schrijven? Een week later zijn ze minister en ze zwijgen. En dat deugt niet. Ik stel voor dat u verder gaat met uw betoog. Voorzitter, ik kom bij de rol van de minister-president. Want die minister-president die stond erbij en die keek ernaar. Of was het meer? Wist hij het niet? Of wilde hij het allemaal niet weten? Vrijdag, tijdens de persconferentie, zei de minister-president dat er niet over bedragen was gesproken. Maar in de beantwoording, de schriftelijke beantwoording, staat zo'n zinnetje wat me argwanend maakt. Er werd niet over specifieke bedragen gesproken in dat telefoongesprek tussen Teve en de minister-president. Dat verschil dat bestaat niet. Of je noemt een bedrag, dan is dat een bedrag of ongeveer een bedrag, of je doet het niet. En ik wil het van de minister-president precies weten. Was het niet specifieke bedragen? Wat was het dan wel? En waarom gaf dat geen aanleiding om door te vragen? Stel nou dat Teve inderdaad zegt, nou, het ging over een bedrag en rente. Vraagt u dan niet even van, ja, wat bedoel je precies? Of laat je het maar zitten omdat je het niet wil weten? Bewuste onwetendheid is net zo erg als het wel weten, maar niet informeren van de Kamer. Voorzitter, zou Fred Teve dan echt zo in elkaar zitten, en ik geloof dat niet, dat hij niet één keer in die periode tussen 2014 en 2015 zijn politiek leider heeft gewaarschuwd dat het niet klopt met die bedragen, dat er meer is, dat het bedrag wat hij noemde aan de DG klopt? Graag een antwoord van de minister-president. En dan zeg ik ook de minister-president, zag hij zelf niet wat voor een ongelooflijk risico hij nam toen hij die twee mannen die op het ministerie onderdeel van het probleem waren, op het ministerie van Justitie, vervolgens doodleuk benoemde tot minister en staatssecretaris? Dan krijg je een debat als dit. Hoe naïef kun je zijn? Voorzitter, ik rond af. De premier van Nederland is niet
de hoeder van het VVD-belang. Niet de hoeder van Fred Teven. Ook niet van Ivo Opstelten. Of de hoeder van Art van der Steur. Of van Klaas Dijkhoff. Een goede premier is de hoeder van de rechtsstaat. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Buma. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV-fractie. Mevrouw de voorzitter, wat een stoere praat was er van de heer Rutte bij de verkiezingen. Hij ging de misdaad keihard aanpakken. Er ging echt wat veranderen. En op justitie kwamen twee echte crimefighters, Opstelten en Teven. Alles ging anders worden. No more Mr. Nice Guy. Maar hoe anders werd het? Wat een deceptie. Wat een afgang. Beide bewindspersonen zijn gigantisch door de mand gevallen. Want wat zijn de feiten, mevrouw de voorzitter? Feit is dat de heer Teven in het jaar 2000 een geheime deal sloot ten nadele van de Nederlandse staat en de belastingbetaler. Een deal met een drugsbaron, veroordeeld voor cocaïnehandel, voor hashhandel, voor een ontsnappingspoging met Semtex, zware explosieven dus. En deze topcrimineel kreeg gratie, oftewel kwijtschelding van een deel van zijn straf en maar liefst 4,7 miljoen gulden op zijn bankrekening gestort buiten de Belastingdienst om. En dat bedrag werd geheim gehouden, onder het tapijt geschoven. Er werd over gelogen. Het bonnetje was jaren onvindbaar. Nederland werd massaal misleid. Maar voorzitter, als de gewone man, als de gewone Nederlander 100 euro te weinig opgeeft bij de belastingen, dan gaat hij aan de hoogste boom. En als de gewone Nederlander achter het stuur een paar kilometer te hard rijdt, dan ontvangt hij pronto een boete. Maar voor criminelen gelden dus hele andere regels. Die krijgen miljoenen in hun schoot geholpen. Voorzitter, we herinneren ons nog allemaal de verkiezingsposters van de partij van de premier. Met grote letters stond er meer straf en minder begrip voor criminelen. En in de praktijk betekent dat dus meer geld en meer begrip voor criminelen. U kunt uw miljoenen afhalen bij Fred Teven. Voorzitter, er is zo ongeveer nog maar één Nederlander die nog gelooft in de valse belofte van Mark Rutte. En dat is Kees H. Rutte beloofde iedere Nederlander 1.000 euro. En we weten allemaal, die kwamen er niet. Maar één iemand kreeg niet 1.000 euro, maar kreeg maar liefst 5 miljoen euro. En ook nog een keer belastingvrij. En wat is de boodschap? De boodschap is, misdaad loont. En nu, voorzitter, in de nadagen van dit kabinet, terwijl al die ministers al lamgeslagen boksers hunkeren naar het eindsignaal, zien we het laatste restje geloofwaardigheid van de VVD verdwijnen. Want het is een feit, ik verzin het niet, dat het allemaal VVD'ers zijn die deze deal regelden. De twee officieren van justitie die Kees H. zijn postcodekanjer overhandigde, zijn nu allebei VVD-politici. Vorige week zei de minister-president nog, en ik citeer, Fred Teven heb je nodig om de klootzakken te pakken. Maar ook dat ligt anders. Fred Teven heb je nodig om klootzakken miljoenen te laten pakken. Dat is de waarheid. En het zijn, voorzitter, ook allemaal VVD'ers die als minister de Kamer verkeerd hebben geïnformeerd. Informatie over deze deal in de doofpot stopten, onder het tapijt schoven of zelfs letterlijk door de papierversnipperaar, door de shredder joegen. Ga maar na. De voormalige ministers Korthals en Opstelten lichten de Kamer verkeerd in. Onwelgevallige passages werden weggelakt, zwart gemaakt in stukken die vertrouwelijk naar de Kamer werden gestuurd. Een gespreksverslag ging in een kluis en mocht niet gedeeld worden met het parlement. En de woordvoerders justitie en de campagneleider van de Steur en Dijkhoff van de VVD hielpen voormalig minister Opstelten
een persbericht te schrijven dat de feiten gewoon verdoezelden, dat de waarheid geweld aandeed. En even later zaten ze zelf op de stoelen van de bewindslieden. En de Kamervoorzitter, oud-Kamervoorzitter, joeg een brief van een klokkenluider door de shredder en sms'te: storm in een glas water, geen actie nodig aan Halbe Zijlstra. Excuses voorzitter, ik bedoel natuurlijk aan HZ, want dat stond in het stuk. En dan is er nog die andere minister, mevrouw de voorzitter, mevrouw Schippers, die er ook nog een leuke complottheorie bij bedacht. Want iedereen had het natuurlijk gedaan, behalve de VVD. Voorzitter, wat deed onze minister-president eigenlijk zelf? Wat deed de man die een dag voor het aftreden van minister Opstelte nog over hem zei: Ivo zit er bovenop. Hij is full focus. Wat deed de man die zei dat het een prima deal is en dat het allemaal mocht? Wat zei de man die zei toen het door Teven bewerkte en nota bene geparafeerde gespreksverslag niet meer was dan een vertrouwelijke persoonlijke aantekening? De man die nu onnavolgbare teksten brabbelt, zoals: ik had het stuk niet gelezen, maar wel gezien. De man waarvan 51% van de Nederlanders inmiddels vindt dat hij zijn biezen moet pakken, dat hij op moet stappen. Die man, mevrouw de voorzitter, die man, premier Rutte dus, die keek weg. Die vroeg niet door. Die wilde de waarheid duidelijk niet weten en toonde een totaal gebrek aan regie en een totaal gebrek aan leiderschap. Voorzitter, het lijkt wel een grote maffiafamilie met Mark Rutte in de rol van Don Corleone. Hij is de godvader. Hij bedekt alles wat zijn VVD-clan doet met de mantel der liefde en kijkt zoveel mogelijk als het even kan de andere kant op. Wil het eigenlijk allemaal niet zien. En intussen, terwijl de premier de andere kant op kijkt, vinden steeds meer VVD'ers een paardenhoofd in een bed. Opstelte, Teven, Van Miltenburg, wie volgt? Meneer de minister-president, niemand gelooft u nog. Niemand wil u nog. Niemand vertrouwt u nog. Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat u ermee ophoudt. U bent alleen maar bezig uw eigen hachje te redden, terwijl Nederland, mevrouw de voorzitter, nou juist een premier nodig heeft die het vertrouwen in de politiek herstelt, die de belangen van de Nederlanders verdedigt. En daarom sluit ik af, voorzitter, met de enige vraag die ik eigenlijk heb. Meneer Rutte, wanneer stapt u op? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Klaver namens GroenLinks. Voorzitter, dank. Hoe schadelijk is de Teven-deal en de wijze waarop het kabinet daarover de Kamer heeft geïnformeerd? Ik citeer: ik moet tot mijn spijt vaststellen dat het allemaal niet bevorderlijk is voor het vertrouwen van de burger in wat er in Den Haag gebeurt. Het is jammer dat we deze harde conclusie moeten trekken. Dit zijn de woorden van commissievoorzitter Oosting. En ik dank hem en zijn commissie voor het vele werk dat verricht is. Voorzitter, met elkaar zijn wij hier verantwoordelijk voor het aanzien van de politiek. De Kamer als controleur van de uitvoerende macht moet erop kunnen vertrouwen dat de regering het parlement ruimhartig, zorgvuldig en tijdig informeert. En u, premier, staat aan het hoofd van de uitvoerende macht. Maar wat voor premier stond er afgelopen vrijdag op de persconferentie? Ik kreeg het vervelende gevoel dat ik een partijleider zag die nog altijd recht stond te praten wat krom is. En dat zint mij niet. Nog altijd blijft er mist hangen over de informatievoorziening aan het parlement en over de rol van de premier. En laten we dit debat gebruiken om die mist te verdrijven. Ik wil graag nauwkeurig antwoord op de volgende vragen. Vraag 1. Heeft de premier in dit dossier zich wel eens afgevraagd: dit gaat niet goed? Moet ik niet eens optreden? Wordt de Kamer eigenlijk wel goed geïnformeerd? Of wilde de premier het niet weten hoe het nu precies zat? 2. Heeft de premier niet eens gedacht, bijvoorbeeld na de uitzending van Nieuwsuur in maart 2014, moet ik misschien eens met collega Teven praten over zijn toenmalige rol als officier van justitie? Zal ik eens met Opstelte sparren over zijn opstelling in het debat in diezelfde maand? Vraag 3.
Hoe beoordeelt de premier het dat Opstelte geen externe onderzoeker aanstelde, maar tegen het advies van zijn ambtenaren en de procureur-generaal in de heer Van Brummen opdracht gaf tot het onderzoek? En 4, hoe beoordeelt de premier het dat de heer Van Brummen niet zelf de heer Teven mocht ondervragen? 5, is het niet raar, vraag ik de premier, dat de heer Roes geen formeel verslag maakte van het gesprek met Teven dat hij een opdracht van Opstelde voerde? 6, is het niet gek dat Van Brummen 2 weken de tijd kreeg voor zijn onderzoek, maar dat de minister nog bijna 4 weken nam om het concept 4 keer aan te passen? En deelt u de mening van de commissie Oosting dat dit een onafhankelijk onderzoeker niet was overkomen? Vraag 7. De commissie Oosting constateert, ook gisteren in de hoorzitting, dat de heer Teven over een, ja, ik mag wel zeggen, uitstekend geheugen beschikt. Waarom is zo snel in maart 2014 besloten dat de herinneringen van Teven onvoldoende waren, terwijl ambtenaren in april 2014 wel zelf al aan het rekenen zijn gegaan en ook ongeveer op die 4,8 uitkwamen? Zij kwamen op 4,9 miljoen uit. Vraag 8. Vonden de premier en de huidige bewindspersonen van justitie in het kader van de scheiding der machten het verstandig dat de VVD-Kamerleden op 4 maart 2015 op het ministerie van Justitie gingen adviseren over de inhoud van een persbericht? Vraag 9. Op 4 maart kreeg Dijkhoff informatie uit het gespreksverslag van Roes met Teven. En uit de schriftelijke antwoorden blijkt dat Dijkhoff vragen heeft gesteld over dat verslag. Welke vragen waren dat, zo vraag ik? Welke citaten kreeg hij te horen? Ging het ook over het bedrag? Heeft de heer Dijkhoff, die daar als campagneleider van de VVD zat, daarna nog contact gehad met partijleider Rutte of iemand anders uit de VVD-top? En heeft hij zijn informatie met hen gedeeld? 10. Waarom was de premier, toen de premier Fred Teven belde op de avond van de Nieuwsuur-uitzending 4 maart 2015, waarom was hij toen alleen geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of hij nog achter het rapport van Brummen stond en niet in de bedragen die centraal stonden in de uitzending? Ik kan het me werkelijk niet voorstellen dat je daar op zo'n moment niet naar vraagt. 11. Op 6 maart, en al marge van de ministerraad, vraagt u uw collega Dijsselbloem om eens mee te rekenen. Waarom vroeg u dat? Wat was de concrete aanleiding? Dan meldt de premier de uitkomst van die rekensom wel in de ministerraad, maar wordt er verder niet over gesproken. Waarom niet? Kregen u of uw collega's de indruk dat Nieuwsuur het wellicht toch bij het rechte eind had met het bedrag van die 4,7 miljoen? 12. Waarom ging de premier afgelopen vrijdag speculeren over een eventuele tegenprestatie? Oosting zei gisteren op de hoorzitting, het is wel een keer klaar. De deal kan de toets der kritiek niet doorstaan, nog naar inhoud, nog naar de totstandkoming en de afwikkeling. Vraag 13. Staat de premier nog steeds achter het handelen van officier van justitie Teven? Je hebt mensen als Fred nodig om de klootzakken te pakken, zo zei de premier vrijdag. Terwijl het kabinet tegelijkertijd de conclusies van Oosting deelt dat het geen faire deal is en zijn aanbevelingen overneemt. 14. Alles overziend. Welke lessen heeft de premier getrokken? Voorzitter, veel vragen en er komen er straks nog veel meer als we het debat met de premier hebben, waar een secuur antwoord op moet komen. Want hier staat de geloofwaardigheid niet alleen van deze premier, niet alleen van de bewindspersonen op justitie, niet alleen van het kabinet, maar van de hele politiek op het spel. En met minder dan de waarheid nemen we vandaag geen genoegen. Ik kom tot een afronding. De premier zei afgelopen vrijdag, operatie geslaagd, patiënt overleden. Mijn eenvoudige vraag is, over welke operatie heeft de premier het hier? En iedereen leek zijn best te doen om de waarheid niet aan het licht te brengen. En bij mij brengt daarmee het beeld door van een politieke witwasoperatie. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Pechtold namens D66. Voorzitter, voor het gemak van minister Van der Steur heb ik de vragen die ik zojuist al aankondigde aan hem, naar aanleiding van de door hem beantwoorde vragen, alvast op een rijtje gezet. Die kan hij gebruiken voor zijn eerste termijn. Voorzitter, ik sluit me ook aan bij de dank aan de commissie Oosting. Het is natuurlijk ernstig dat het nodig was om zover te komen, maar niettemin heel veel dank voor het grondige werk wat verricht is. Een kwestie van vertrouwen. Dat hield de minister van Veiligheid en Justitie in 2014 de Kamer voor. Een kwestie van vertrouwen. De Kamer moest het kabinet maar vertrouwen dat alles goed gegaan was rond de deal met drugscrimineel Kees H. En precies dat vertrouwen is door een opeenstameling van onjuiste en weggehouden informatie geschaad. Was de Kamer maar iets minder goed van vertrouwen geweest?
Twee VVD-bewindslieden op veiligheid en justitie. Zij zouden de hoeders van de rechtsstaat moeten zijn, samen met de minister-president. Maar één voor één, en alle tezamen, hebben ze de rechtsstaat en de democratie in zijn hemd gezet. Een beschamende vertoning. Het grondige rapport van de commissie Oosting oordeelt terecht hard over het doen en vooral het nalaten van het kabinet. Op indringende wijze laat Oosting zien hoe onzorgvuldig het kabinet Rutte is geweest met de fundamenten van onze rechtsstaat en democratie. Voorzitter, de deal met drugscrimineel Kees H. deugt niet. Oosting kan het niet duidelijker formuleren. De deal kan de toets der kritiek niet doorstaan. Met de spijkerharde lessen van de IRT-affaire nog nadreunend en de commissie Kalsbeek van deze Kamer sloot de Amsterdamse officier van justitie Fred Teven een deal met een topcrimineel. Een deal waarvan bijna niemand begrijpt waarom de staat die zou willen sluiten. Waarom geef je 4,7 miljoen gulden belastingvrij in ruil voor 7 ton? Hij kreeg een gratie. Hij mocht de poort van de zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland zo uitlopen, terwijl hij nog een straf moest uitzitten. 2500 dagen van de 5500 dagen die hem waren opgelegd. En dan heb ik het niet eens over het huis in België. Zijn boot, de juwelen van zijn vrouw, allemaal klakkeloos teruggegeven. Een crimineel met miljoenen spekken. De wet Plukse heeft zo meer weg van de operatie Spekse. Spekse in plaats van Plukse. En toch blijft Teven de deal verdedigen. Hij zei bij zijn aftreden, met die deal is niets mis. Dat is gebeurd voor volk en vaderland. En eerder zei hij al, weet u wat het is? U weet niet alles en ik weet wel alles. Dus misschien komt dat nog eens een keer naar boven en dan zult u het ook wel eens begrijpen. En de minister-president die ondanks de conclusies van Oosting niet deemoedig een mea culpa doet, maar die zegt de deal mocht. Voorzitter, over de simpele vraag hoeveel de topcrimineel precies van Teven meekreeg, is een doofpotsfeer gecreëerd. We zien een partij, de VVD, die zo in haar eigen gelijk is gaan geloven dat een leger eigen politici tot en met de minister-president meegezogen werd in het moeras. Dat met de grootst mogelijke stelligheid onjuiste informatie aan de Kamer is voorgehouden. Als van meet af aan waarheidsvinding was gedaan, als de fundamenten van de rechtsstaat niet ondergeschikt waren gemaakt aan het partijbelang, dan had de premier dit politieke moeras kunnen voorkomen. Politiek moeras. Niet mijn woorden, maar van Oosting. Want voorzitter, met het rapport van Oosting in de hand zijn de vele uitlatingen van de VVD-hoofdrolspelers bizar. Minister Opstelten, die tot op het laatst volhield dat het om 2 miljoen gulden ging. Hij zei, ik heb de Kamer buitengewoon precies geïnformeerd. Ik heb het natuurlijk allemaal nog een keer gecheckt. Wat ik heb gezegd en wat de feiten en documenten zijn waarover ik beschik. De minister-president, die over Opstelten zei, ik heb elke dag contact met hen. En ik heb er alle vertrouwen in. Ivo zit er bovenop, full focus, dag en nacht. En toen de Kamer zei, vraag het nou eens aan staatssecretaris Tevens, het was toch zijn deal, kreeg de Kamer te horen, de Teven heeft onvoldoende herinneringen aan de feitelijke financiële afwikkeling. Om vervolgens Teven in de media te horen zeggen, Ivo heeft er wel bewust voor gekozen mijn herinneringen niet te gebruiken. Voortdurende mist vanuit het kabinet, terwijl het bedrag overal opdook. In Nieuwsuur 5 à 6, in Nieuwsuur 4,7, door de advocaten 5 à 6, senator Zwageman, VVD 5 à 6, de berekening van de ambtenaren 4,9, de herinneringen van Teven 4,8, nergens 2, overal 4,7 of meer. Maar niets erover, geen bedrag in het bewuste persbericht. Daar staat de bewering dat de minister de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de schikking met Kees H. is onjuist. Het persbericht waar toenmalige Kamerleden van der Steur en Dijkhoff, die nu zelf de baas zijn, aan meeschreven. Het beruchte gespreksverslag waarin de toenmalig staatssecretaris het bedrag gewoon noemt, werd ondanks aandringen van de Kamer weggehouden voor de minister-president. De minister-premier zei, er is geen verslag van een gesprek met de DG, met de staatssecretaris. Er is alleen persoonlijke aantekening.
Ik vind het ingewikkeld dat openbaar te maken. Maar een dag later bij Pauw zei de minister-president: ik weet dat er een verslag is, ik heb het gezien. Maar ik kan niet zeggen wat erin staat en of er een bedrag in staat. En de afgelopen vrijdag beweerde hij: ik had het gezien, maar niet gelezen. Daar had ik geen tijd voor. Oosting is kraakhelder. Het was een politieke afweging, maar er is geen reden waarom dat verslag niet naar de Kamer kon. En dat klinkt allesbehalve als een minister-president die de feiten op tafel wil krijgen. Voorzitter, dan waren er nog de uitspraken van minister Schippers die een complot zag. Niks ervan, zegt Oosting. Zwagerman, die zegt dat de Kamer schaamteloze spelletjes speelt. Niets daarvan. En de voormalig VVD-Kamervoorzitter die een klokkenluidersbrief door de shredder haalt en nog steeds vindt dat zij zorgvuldig handelt. Voorzitter, al deze citaten van een bataljon aan VVD'ers zijn voor mijn fractie onthutsend. Staatsrechtelijke regels zijn terzijde geschoven. Politieke moraliteit staat niet als eerste op het netvlies. En het heeft er alle schijn van dat de VVD zijn positie als regeringspartij zo ongehinderd mogelijk heeft willen benutten. Dat politiek gedrag draagt bij aan een verdere uitholling van het vertrouwen in de politiek. En die trend is nu ver genoeg gegaan. Artikel 68 van de Grondwet verwoordt de informatieplicht aan dit parlement. En die plicht is geen gelegenheidspolitiek. Het is de verankering van onze parlementaire democratie. En daarom zeg ik tegen de premier: waarom probeert u het vandaag niet eens louter en alleen met de waarheid? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Staaij namens de SGP-fractie. Mevrouw de voorzitter, als alles meteen goed was onderzocht, waren we niet in het politieke moeras uitgekomen. Woorden van deze strekking sprak de heer Oosting bij de hoorzitting gisteren. En dat raakt mijns inziens de kern van de kwestie waar we vandaag over spreken. Graag wil ik de commissie Oosting ook hartelijk danken voor de heldere conclusies en aanbevelingen. Conclusies zijn stevig. De deal uit 2000 vertoont gebreken, zegt de commissie. En toen in 2014 en 2015 de discussie over deze deal oplaaide, is onder verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie niet adequaat gereageerd. Er was sprake van een mix van onvoldoende probleembesef, tekortschietende regie, gebrekkig onderzoek, slechte archivering. Daardoor werd de Kamer vervolgens onvolledig en onjuist geïnformeerd. Hoe je het wendt of keert, er is veel schade ontstaan doordat niet eerder grondig is achterhaald hoe de vork in de steel zat. Dat knaagt aan het vertrouwen dat de Kamer erin moet kunnen stellen dat de informatievoorziening aan de Kamer gewoon deugt. De actieve inlichtingenplicht van artikel 68 van de Grondwet is een hoeksteen van onze parlementaire democratie. Om daaraan recht te doen is essentieel dat de informatievoorziening op orde is. Dat vraagt om bewindslieden die echt willen weten hoe het zit. Anders groeit er een sfeer van wat niet weet, wat niet deert. En zo'n struisvogelhouding verdraagt zich niet met de ministeriële verantwoordelijkheid. Voorzitter, de mist rond de deal, het gebrek aan openheid, de verkrampte verdediging heeft uiteindelijk het meeste kwaad gedaan. Eerlijk is eerlijk. Voor een eerlijke beoordeling van de deal zelf is het ook goed om oog te hebben de tijd waarin die plaatsvond. De pioniersfase van de Pluksen-wetgeving moest er nog heel veel voetangels en klemmen uit de weg worden geruimd. En het is te makkelijk om met alle wijsheid van nu de misdaadbestrijders van toen, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor een veilige Nederland, genadeloos neer te sabelen. De rechtsstaat waar de SGP voor staat is er één waarin de overheid zich aan de regels houdt, maar waarin bijzonder ook degenen die kwaad doen, die criminelen, te vrezen hebben, zoals Paulus het zegt. Maar de op zijn minst onhandige omgang met de later gerezen vragen over de deal heeft ertoe geleid dat de schijnwerpers nu des te meer gericht zijn op wat er misging bij de deal. En is het niet een egelcultuur die bij Veiligheid en Justitie steeds weer opspeelt, bij dreigend gevaar een gesloten houding aannemen en de stekels opzetten? Mevrouw de voorzitter, een specifieke vraag heb ik nog over voor de huidige bewindslieden van Veiligheid en Justitie, over een bijzondere rol die zij hebben gespeeld in de nasleep van de deal. Ze waren eerder dit jaar in een rol als Kamerlid betrokken bij voorbereiding van brieven aan de Kamer over de deal. En juist in deze kwestie dringt zich toch wel sterk de vraag op of zij zich bij het beantwoorden van de vraag
wat vertellen we de Kamer, die terughoudender hadden moeten opstellen. Van gezond dualisme is nog nooit iemand slechter geworden. Graag hoor ik hun reactie hierop. Voorzitter, kritische kanttekeningen plaatst de SGP ook bij het optreden van de minister-president in deze kwestie. De minister-president zei minister van Algemene Zaken te zijn en niet van alle zaken. Dat klopt. Maar hij weet toch als geen ander dat het juist ook tot zijn taak behoort de eenheid van regeringsbeleid te bevorderen in het politiek sensitief, transparant en alert reageren op incidenten. Dat is toch ook wel echt een algemene zaak? De minister-president heeft bovendien tegenstrijdige signalen afgegeven door enerzijds de conclusies van Oosting te omarmen, maar anderzijds weer belangrijke vraagtekens te plaatsen bij de bevindingen. Het kan toch niet tegelijkertijd waar zijn? Hier is echt meer helderheid geboden. Mevrouw de voorzitter, ik heb het nog eventjes nagegaan voorafgaand aan het debat, maar ook in de jongste versie van de nieuwe dikke Van Dalen is nog steeds het woord boetekleed te vinden. En daarbij wordt verwezen naar een citaat van Abraham Kuyper uit een Kamerdebat in 1910. Het boetekleed ontsiert den man niet. Mijn kernvraag aan de minister-president is vandaag: zit er nog een boetekleed in zijn politieke garderobe? En is hij bereid dit vandaag deemoedig aan te trekken? Anders gezegd, is hij het met de SGP eens dat het in het licht van de conclusies van de commissie Oosting gepast is om ruiterlijk te erkennen dat er veel misgegaan is en dat vanuit dat probleembesef alles op alles wordt gezet om herhaling te voorkomen? Ik ga afronden. Ik hoop van harte dat dit debat kan helpen om geschonden vertrouwen te herwinnen. Want als je gewoon ook een burger die er wat verder van afstaat op aanspreekt van hoe kijk je aan tegen wat er nu speelt, is het eerste beeld, het is eigenlijk wel een beetje een rommeltje. En dat helpt allemaal niet voor het vertrouwen in de politiek. En dat is een slechte zaak. En daarom, ik hoop dat dat vertrouwen herwonnen kan worden. Vertrouwen dat professioneel op incidenten gereageerd wordt. Vertrouwen dat geleerd wordt van fouten. Vertrouwen dat de informatievoorziening aan de Kamer gewoon deugt. Ik dank u. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bontes namens de groep Bontes van Klaveren. Voorzitter, de Tevendeal heeft de schijn van één grote doofpot. De waarheid leek door politici van VVD-huizen geheim te moeten worden gehouden. Enkel en alleen om hun macht niet te verliezen. 15 jaar geleden sloot het OM een overeenkomst met een drugsbaron. Vele miljoenen aan crimineel geld werden daarbij witgewassen. De commissie Oosting oordeelde terecht dat deze deal niet deugde. Maar volgens premier Rutte was er niets mis mee. De geloofwaardigheid van deze minister-president is fors gedaald. Voorzitter, oud-minister Opstelten heeft de Tweede Kamer stelselmatig op het verkeerde been gezet. Cruciale informatie werd weggelakt en een essentieel gespreksverslag verdween in een kluis. Zijn aftreden was daarom evenals het opstappen van de Kamervoorzitter zeer terecht. Maar daarmee is de kous nog niet af. Zo is het de vraag of de premier de Kamer juist heeft geïnformeerd. Het lijkt erg aannemelijk dat hij tijdens het eerdere debat bekend was met de 4,8 miljoen gulden. Heeft de minister-president het gespreksverslag, inclusief het genoemde bedrag, gelezen, maar bewust achtergehouden? Waarom werd het afgedaan als een kattenbelletje? En hoezo was er onvoldoende tijd om het document goed te beoordelen? Graag een toelichting. Het lijkt ook zeer onwaarschijnlijk dat het exacte bedrag niet is genoemd tijdens het telefoongesprek met toenmalig staatssecretaris Steven. Zo werd er wel degelijk gepraat over dat het bedrag een basisbedrag plus rente betrof. Waarom heeft de premier toen niet doorgevraagd? Voorzitter, het is vreemd dat de huidige bewindspersonen van de Steur en Dijkhoff niet door de commissie zijn gehoord. Zij hebben zich als Kamerlid bemoeid met het misleidende persbericht en wisten van de 4,8 miljoen gulden. Ook hun rol in deze schimmige affaire
is uiterst pijnlijk. Vandaag dienen Rutte, Van der Steur en Dijkhoff zich te verantwoorden. De betrouwbaarheid van het kabinet is aangetast. De meerderheid van de Nederlanders ziet het zelfs niet meer zitten met deze minister-president. Voorzitter, Nederland verdient beter. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Zijlstra namens de VVD-fractie. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb natuurlijk het rapport van de commissie Oosting ook met interesse gelezen. En ik dank de commissie ook voor het vele werk wat zij heeft gedaan. Het is een kritisch rapport dat heldere en stevige conclusies trekt. En de VVD kan zich vinden in de conclusies en in de aanbevelingen die de commissie doet. Er is veel misgegaan. Ook ik ben geschrokken van de opeenstapeling van zaken die niet goed gegaan zijn. 15 jaar geleden, bijvoorbeeld bij de wijze waarop het proces van goedkeuring binnen het OM is verlopen. Of het niet informeren van de Belastingdienst. Of deze kabinetsperiode, bijvoorbeeld bij de wijze waarop het ministerie van Veiligheid en Justitie reageerde op de uitzendingen van Nieuwsuur in 2014 en 2015, waarbij zaken onvoldoende transparant werden gemaakt. En de manier waarop het onderzoek door de heer Van Brummen, of de heer Brummen is georganiseerd, waarbij de onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd was. En ook de kwestie rond de anonieme brief in onze eigen Tweede Kamer. Het heeft ertoe geleid dat twee bewindspersonen en de voorzitter van onze Kamer hun conclusies hebben getrokken en hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Als je het rapport leest, dan is dat begrijpelijk en ik heb respect voor hun besluit. De heer Pechtold. Voorzitter, laat ik zeggen dat ik het belangrijk vind dat de fractievoorzitter van de VVD begint met het omarmen van alle conclusies van het rapport Oosting. Ik vind het passend, maar ik waardeer het ook. Maar hij noemt daarna ook, daarnaast ook een aantal punten die fout zijn gegaan. Gisteren gebruikte hij op de radio ook een andere term. Onder het tapijt geschoven. Hij zei letterlijk, als je kijkt wat er nu naar voren komt, dan is het nodige onder het tapijt geschoven. Dat is een feit en dat valt niet te ontkennen. Kan de heer Zijlstra mij eens vertellen wat hij vindt dat er allemaal onder het tapijt is geschoven? De heer Zijlstra. Nou, voorzitter, als je kijkt naar de hele reactiestructuur naar aanleiding van de uitzendingen van Nieuwsuur, dan zie je dat informatie weggelakt is. Het boomrapport ziet u terug in de commissie Oosting in het rapport. Ja, daar zijn passages weggelakt die, denk ik, zouden hebben geholpen als die meteen in volledigheid aan de Kamer waren verstrekt. Er is rond bedragen. Het hele gedoe rond gespreksnotities, ja, dat is niet aan de Kamer meegedeeld. Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is en ik heb gezegd wat ik gezegd heb en dat vind ik dus ook. De heer Pechtold. Voorzitter, ik vind het heel helder en ik deel de mening van de heer Zijlstra. Maar zelfs de afgelopen week, als je de antwoorden van de beide bewindslieden leest, als je de reactie van de minister-president ziet, wordt het ons nog steeds gebracht als toevalligheden, onvolkomenheden, zaken die niet beschikbaar waren, niet de plicht om door te vragen. En u kwalificeert eigenlijk diezelfde zaken, net als ik, als daar had actief meer kunnen gebeuren. Ze zijn actief onder het tapijt geschoven. Voorzitter, ik vind het zelf een stevige conclusie, maar ik deel hem wel. Ja, voorzitter, misschien als reactie, er zijn ook niet van deze bewindspersonen afgetreden. En dat is gezien het rapport ook begrijpelijk. De heer Segers. Maar voorzitter, de lijst van onvolkomenheden die de heer Zijlstra opnoemde, daar stond ook het persbericht in, wat is uitgegaan van het ministerie, naar aanleiding van Nieuwsuur. Maar er zijn wel twee leden van de VVD-fractie die daarbij betrokken zijn geweest. Hoe kijkt hij dan zelf op die bijdrage en die betrokkenheid terug? Dat is een van de vragen die ik zo aan de beide leden heb, maar kan u alvast bedienen. Ik heb zeer de indruk, voorzitter, als ik de beantwoording van de schriftelijke vragen lees die de Kamer heeft ingediend, van mij vraag 128 uit mijn hoofd, waar dat helder gesteld wordt, is dat de toenmalige Kamerleden, de huidige bewindspersonen hier aanwezig, volgens mij daar zaten om te voorkomen dat de minister mogelijk de Kamer verkeerd zou informeren. Als ik lees
dat er in een eerste persbericht in reactie op Nieuwsuur, waarin Nieuwsuur bekend maakt dat het over een bedrag van 4,7 miljoen euro gaat. Daar is het een reactie op. Dus ik bedoel, dat bedrag werd bekend. En dat Kamerleden op dat moment adviseren aan een bewindspersoon. Nou, het is niet verstandig om dat te ontkennen, gezien het feit dat je het niet weet, vind ik eerlijk gezegd een verstandig advies. Dat is niet de Kamer verkeerd informeren. Het is zorgen dat de Kamer niet verkeerd, mogelijk verkeerd geïnformeerd wordt. Stelt u nou eens voor, zeg ik tegen de heer Segers, stelt u nou eens voor dat dat eerste persbericht was verzonden. Een persbericht waarin, dat hebben we kunnen lezen, stond die 4,7 miljoen van Nieuwsuur klopt niet, is niet waar. Nou, dan waren de rapen gaar geweest. Dan hadden we hier in rotte van 10 voor de microfoon gestaan en gezegd, het is een schande dat de minister van VNJ beweert dat het niet waar is, terwijl het wel waar is. Dus ik vind het van de toenmalige Kamerleden buitengewoon verstandig politiek advies, geheel in lijn met het betoog van de heer Buma, met een andere conclusie zeg ik, dat Kamerleden in een coalitie, maar dat gebeurt ook wel eens met oppositiepartijen overigens in deze periode, aangeven, wij vinden het verstandig om dit te doen. Ik waarschuw voor de politieke gevolgen van zus en zo. In dit geval is het heel verstandig om te adviseren. Als u niet weet wat het juiste bedrag is, is het niet verstandig te ontkennen dat het bedrag wat Nieuwsuur net bekend heeft gemaakt, dat dat bedrag niet klopt. Vind ik verstandig en dat heeft de hele zweem, zeg ik ook, die gecreëerd wordt alsof daarmee de Kamer essentiële informatie onthouden zou zijn. Het omgekeerde lijkt mij waar. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, dit is een problematische reactie. De eerste zin van het persbericht luidt, de berichtgeving van Nieuwsuur, dat wat Nieuwsuur brengt, is onjuist. Klopt niet. Dat is de eerste zin. Als de heer Zijlstra hier staat te verdedigen, wat fantastisch dat zij de minister voor een misstap hebben behoed. Wat geweldig dat de juiste informatie naar buiten is gegaan. Dan is dat niet waar. Het is pijnlijk. Het is een pijnlijke affaire. Dus nog afgezien van de zelfreflectie die je zou kunnen verwachten. Van ja, is het wel zo verstandig om twee Kamerleden naar een minister te sturen met informatie die weer terugkomt naar de Kamer waar ze zelf deel van uitmaken. Maar dan nog, die eerste zin, die deugde niet. Dat was onwaar. De heer Zijlstra. Voorzitter. En ik refereer nogmaals aan de antwoorden die zelf gegeven zijn, ook op de vragen die gesteld zijn. Omdat ik het graag bij de feiten hou en wil voorkomen dat er allerlei rook, zoals in de diverse bijdragen is gesteld, naar voren komt. Ik loop niet weg voor het feit, volgens mij ben ik ermee begonnen, dat er nogal wat misgegaan is. Het gaat hier om de advisering van de betreffende Kamerleden en die zijn daar helder over. Die hebben geadviseerd om niet te zeggen dat de 4,7 miljoen... onjuist is. Het persbericht is een verantwoordelijkheid van bewindspersonen. Het advies wat gebracht is, vind ik een juist advies. Daarmee zeg ik niks over het persbericht. Ik zeg iets, en dat was uw vraag volgens mij, zeg ik richting de heer Segers, wat ik vind van het betreffende advies vind. Dat vind ik van het betreffende advies. Over de hele, hoe zal ik het zeggen, informatievoorziening rond al die uitzendingen heb ik volgens mij al vrij heldere kwalificaties gebruikt. Maar het betreffende advies waar aanstoot aan gegeven is, vond ik het antwoord van de toenmalige Kamerleden, huidige bewindspersonen, helder, omdat het op dat aspect zit. En ik vind het, en dat vind ik, mag u een andere mening over hebben, maar ik vind het heel verstandig als een Kamerlid tegen een bewindspersoon zegt, je hebt die informatie niet, dan is het heel gek als je het nu gaat ontkennen. Doe dat niet. Dat vind ik verstandig. Maar dat is mijn oordeel. Het staat u vrij om een andere te hebben. Tot slot. Tot slot, mevrouw de voorzitter. Ik heb daar inderdaad een ander oordeel over. Als er een aantal, nou, laten we zeggen, details worden gewijzigd, verandert dat niets aan die eerste zin van dat persbericht. En dat maakt het pijnlijk. Als informatie aanwezig is die allemaal duidt op een ander bedrag dan het bedrag wat hier in de Kamer is genoemd. En de heer Pechtold heeft in zijn bijdrage gezegd, heeft de hele reeks opgenoemd. Die was aanwezig op het ministerie. En als er dan een persbericht uitgaat waarin zegt Nieuwsuur, die op het punt staat om het juiste bedrag te onthullen, Nieuwsuur komt met onjuiste informatie, dan is dat een noodlottig besluit geweest om dat persbericht met die eerste zin uit te zenden. En dat vraagt volgens mij om een ander oordeel dan ik net heb gehoord. Maar voorzitter, dan moet de heer Segers goed luisteren naar wat ik zeg. Want ik zeg niets dat ik het persbericht, het meest briljante persbericht in de geschiedenis van de Nederlandse politiek vind, om het maar buitengewoon eufemistisch te stellen. Het gaat mij, en dat was de vraag die de heer Segers zelf stelde, het gaat om het feit wat het advies van de betreffende
Kamerleden destijds, nu bewindspersonen, wat ik van dat advies vond. Dat advies gaat over een stukje in dat persbericht. Zij zijn, dat staat ook helder in de beantwoording, uitgenodigd door de toenmalige bewindspersonen, de heer Opstelten. De een was er geloof ik, de ander kwam. Kijk eens mee. Nou, kan je heel veel meer opstellen en dan nee zeggen. Ik denk dat in vele gevallen leden dan inderdaad meekijken. Als je dan naar het advies kijkt waar het om gaat, vind ik dat een verstandig advies. Daarmee nogmaals, dat geeft de heer Segers heel erg na, zeg ik niet dat het een goed persbericht was. Maar dit stukje, wat gewoon heel onverstandig zou geweest om iets te gaan ontkennen, waarvan je gewoon niet weet of het waar is of niet waar, want dat wisten we toen nog niet, het bonnetje was nog niet gevonden. Ja, dat vind ik wel een verstandig advies van een Kamerlid. De heer Buma. Ja, voorzitter, de heer Zijlstra stapt er toch overheen dat het wel degelijk belachelijk is dat twee Kamerleden, waarvan één de campagneleider van de VVD, naar een ministerie gaat om een persbericht te veranderen. Ik blijf het zeggen, het is niet normaal. En waarom was het wel degelijk verkeerde informatie? Er staat meer in die beantwoording, namelijk vraag 126. En daarin staat dat ook de heer Teven aanwezig was. En die vermeldt daar het bedrag van 4,8 miljoen. Wat was het probleem? Ze hadden heel goed door dat het richting die 4,8 miljoen ging. Dus terwijl ze een persbericht opstelden met die ontkenning, ze zei doe het niet te hard, want in hun hart hoofd wisten ze dat het wel eens waar kon zijn. Maar dat hebben ze niet aan de Kamer gemeld. Ze hebben niet gezegd van pas op Kamer, we gaan een persbericht maken. Nieuwsuur zou wel gelijk kunnen hebben. Het was de ontkenning. En daarom was het mist, was het onwaar. En moet u, en ik zeg het ook straks tegen de ministers, gaan niet proberen dit te blijven verdedigen, want het is niet te verdedigen. De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, dat deel ik niet. Kijk, ik heb nogmaals, voor mij vrij helder en gisteren en net in antwoord op de heer Pechtold, aangegeven wat ik vind van de hele nieuwsvoorziening, informatievoorziening en reactie, hoe dat op dat moment ging. Maar waar dit specifieke advies, en daar ga ik toch naar terug, want daar gaat het om. Vind ik het, ja, eerlijk gezegd zelfs verstandig, als iemand op dat moment van plan is om een persbericht uit te sturen, waarin staat, Nieuwsuur heeft ongelijk, en het heel duidelijk is, ook gezien discussies die daar, zoals we hebben kunnen lezen, in die Kamer plaatsvonden, dat ze bij VNJ geen idee hadden of het wel of niet waar was. Als je niet weet of het waar is, moet je niet zeggen dat het niet waar is. Dat was volgens mij de kern van het advies en dat vind ik verstandig. Overigens, in mijn tekst volgt dan de vraag aan de bewindspersonen of mijn lezing een juiste is. Dat hoor ik ook nog graag van ze. Maar mijn oordeel, en u vraagt mijn oordeel, over dit specifieke advies, zeg ik ja. Ik vind het wel verstandig, want stel je voor dat de minister dat ook nog had gezegd. Het is niet waar. Nou, geloof, wat was het? 5 dagen later of zo? Toen was het helemaal waar. Dus het is gewoon onverstandig, dat zal iedereen toch in deze zaal beamen, om iemand, het is ook heel verstandig om iemand aan te raden om niet iets te beweren waarvan je niet zeker weet of het zo is. Dan kun je beter maar zeggen van nou, dat is wel een bouwde tekst. Zou ik niet doen. Voor hetzelfde geld is het wel waar. Maar dat ga je toch ook, dat is toch, ja, ik kan het nog wel vaker zeggen. Ik vind dat verstandig. De heer Buma. Ja, voorzitter, ik vind dit het bewijs van hoe verkeerd, ik zei het in mijn inbreng, ook de VVD blijkbaar aankijkt tegen het bestuur van dat departement. Het ging niet over iemand die een persbericht maakte, zoals de heer Zijlstra zei. De minister van Justitie, met een behoorlijke afdeling voorlichting, maakt een bericht wat naar buiten gaat en wat ook de Kamer bereikt. En dan is het niet normaal dat twee Kamerleden naar het departement komen om te zeggen dat vinden wij geen handig persbericht. We krijgen de druk in de Tweede Kamer overigens als we alle persberichten van departementen moeten controleren. Nee, er was paniek in de VVD, want er kwam iets naar buiten wat, dat heeft u net ook erkend, 2 jaar lang of 1,5 jaar lang onder de pet was gehouden. Dat kwam naar buiten op een rot moment en het moest onder de tafel blijven en daarom kon Teven roepen wat hij wil, 4,8, maar het kwam er niet in. 1 vraag aan de heer Zijlstra. Hoe slim vindt hij het om die 2 mensen een week later op die plek neer te zetten die de vorige 2 bewindslieden net leeg hebben gelaten? De heer Zijlstra. Nou, voorzitter, het zijn buitengewoon capabele personen. En die volgens mij, en dat is mijn oordeel ook over hetgeen hier gebeurt, in ieder geval zo verstandig zijn om de Kamer geen uitspraken voor te leggen of in persberichten te zetten die onjuist zijn. Lijkt mij een van de zaken die misgingen op dat ministerie, was dat
wel gebeurde. Dat er wel aan de haal werd gegaan met eigenlijk wat in 2002 ontstond. Ook dat is duidelijk in de commissie Oosting zijn rapport. In 2002 werd al een verkeerde analyse gemaakt. En die is klakkeloos bij de eerste uitzending van Nieuwsuur in 2014 overgenomen. En daar is men op doorgegaan. En eigenlijk is er nooit een moment geweest van we gaan nog eens doorzoeken. En we gaan eens kijken of die aanname die erin zat, of die eigenlijk wel correct was. En dat is een verkeerde. En op het moment dat je dan op zoek bent naar nieuwe bewindspersonen, ga je in ieder geval op bewindspersonen op zoek waarvan je de inschatting hebt dat zij die kritische houding wel hebben. En volgens mij hebben ze dat ook bewezen. Tot slot, de heer Boema. Waar zitten we dus een jaar later? Met twee mensen die tot over hun oren zaten in het mee verkeerd informeren van de Kamer. Het criterium bij de heer Zijlstra is niet dat ze iets van de rechtsstaat afweten, dat ze al dat soort kennis van justitie en het apparaat hebben. Nee, als ze goed in persberichten een beetje de waarheid boven tafel kunnen halen. Dan kom je een week later op die plek en we zien nu waar het toe geleid heeft. Beter met het personeel omgaan, zou ik zeggen. Nou, voorzitter, kijk, ik zeg tegen de heer Boema. Het is terecht als er de nodige kritiek wordt geuit. En ook terecht dat gaat naar mijn partij. Het gaat over, er zitten heel veel VVD'ers in de criminaliteitsbestrijding. Hier is het nodige misgegaan. Dus je hebt veel VVD'ers die aan de beurt zijn. Prima. Maar als we grote woorden gebruiken als de waarheid. En de waarheid moet boven. Ja, soms is de waarheid de waarheid. En in dit geval is de waarheid dat die twee personen. De een was volgens mij toevallig aanwezig. De ander werd gevraagd om afstemming. En de heer Boema geeft zelf aan, voorzitter, dat hij dat ook in vorige periodes normaal vond. En waar het om gaat, en dat ben ik volledig met de heer Boema eens, volledig, op het moment dat Kamerleden actief zouden bezig zijn hun collega's verkeerd te informeren, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Maar ik constateer, dat is mijn constatering, en mijn vraag, ik stel hem nog een keer, geleid hem door, is mijn interpretatie de juiste? Maar mijn interpretatie van de antwoorden op de vragen is dat zij hebben geadviseerd aan de toenmalige bewindspersoon. Het is heel onverstandig om iets waarvan je niet weet of het waar is, om dat dan op te gaan schrijven. De ontkenning van hetgeen wat weliswaar, zo moet ik het eigenlijk zeggen, de ontkenning van hetgeen wat weliswaar zou kunnen zijn, dat was pas een fout geweest. En dat ze dat hebben voorkomen, vind ik politiek verstandig. De heer Roemer. Voorzitter, er zijn veel VVD'ers die werken in de criminaliteitsbestrijding. Ik weet niet of je dit vandaag nu zo hard op moet zeggen als die crimineel veel rijker wordt en meer geld gekregen heeft dan dat er geplukt wordt. Maar dat terzijde. Waar het hier om gaat is dat volksvertegenwoordigers hun werk hier dienen te doen en dat is het controleren van de regering. Ik kan best iets voorstellen dat in coalitieverband er overleg is. Maar als Kamerleden vervolgens dan advisering geven om een verdediging van de minister op orde te brengen, zodat de waarheid niet naar de Kamer gaat, dan hebben we een groot probleem. Want er was wel degelijk voldoende informatie en aanleiding om te veronderstellen dat het bedrag vele malen hoger was dan eerder aan de Kamer gegeven. En ik heb van niemand, ook in de beantwoording, niet gehoord dat beide personen oprecht geprobeerd hebben een advies te geven aan de minister, de toenmalige minister, om openheid en eerlijkheid aan de dag te leggen, zodat de Kamer nu wel goed geïnformeerd zou worden. Alleen een zin eruit halen, omdat je dat niet hard kan maken, is verkeerde advisering. De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, kijk, je kan van mening verschillen over op welk niveau je, of het nou met coalitie of met oppositiepartijen betreft, als kabinet, als bewindspersonen, overleg voert. Er wordt veelvuldig overleg gevoerd over voorstellen, inhoudelijk, zinnen die herschreven worden, of het nou over belastingplannen of wat dan ook gaat, het gebeurt. Daar kan je van mening over verschillen. De ene partij, neem de heer Boema, die is altijd vrij helder, die zegt, nou ja, met ons we gaan niet onderhandelen, je krijgt niks te horen, andere partijen zitten gewoon mee te schrijven aan tafel. Dat gebeurt. De tweede deel van de boodschap van de heer Boema, achter de komma, is daarmee onjuiste informatie te verstrekken. En daar scheiden onze wegen. Omdat ik oprecht, als ik kijk naar de beantwoording, niet zie dat de betreffende Kamerleden, thans bewindspersonen, op dat moment de Kamer verkeerd, onjuist, onvolledig hebben geïnformeerd. Zij hebben voorkomen dat de toenmalige bewindspersoon ging ontkennen wat wel eens waar zou kunnen zijn. En de lijn die er toen was, was nog steeds dat het zo'n 2 miljoen zou zijn. Er was al heel veel mist omheen. Dan zou er nog meer mist omheen komen. En dat is
mijn oordeel daarover. Dat vind ik, ja, ik kan het nog 10 keer zeggen, maar dat vind ik geen slecht advies. Ik zou het slecht gevonden hadden als ze hadden gezegd, ja, ontken het maar. Maar ja, als het waar is, heb je wel een probleem. En dat zou toch een hele andere discussie. Dan hadden we hier ook met z'n allen gestaan. Dan hadden we de minister van VNJ, die overigens later naar de Fonds van het Bonnetje alsnog moest aftreden. En dat is heel begrijpelijk als je nu commissie Oosting ziet. Dan hadden we dat debat ook gehad. De heer Roemer. Dat zou staatsrechtelijk gezien misschien wel het meest juiste zijn geweest. Volksvertegenwoordigers dienen het kabinet te controleren. Niet het werk van voorlichters waar ze er al 40 van hebben te doen om persberichten te schrijven, om zinnen te schrappen en niet erachteraan te gaan dat informatie die wel degelijk aanwezig was naar de Kamer zou zijn gegaan. Toenmalig Kamerlid Dijkhoff heeft zelfs delen van het gespreksverslag aanhoord, misschien niet gelezen, maar wel aanhoord. Ook dat is allemaal niet naar de Kamer gegaan. Eén Kamerlid krijgt informatie, wordt niet gedeeld met de andere 149. Dit is een verdoezeling van het werk wat wij hier als Kamerleden doen. En het spijt me zeer te moeten constateren dat de voorzitter van de fractievoorzitter van de VVD deze handelwijze goedkeurt. Ja, voorzitter, er worden steeds, het begint eerlijk gezegd altijd iets waarmee ik denk, nou, daar ben ik het op zich best mee eens. Maar dan komt er nog een stuk achteraan waar ik het niet mee eens ben. Als u elke keer de zaak, in dit geval naar de heer Roemer, zegt, u maakt het grote. Wij kunnen van mening verschillen over de werkwijze waarop je als coalitiepartij omgaat met een kabinet. En dat zie ik ook in dit huis. Dat zie ik ook als we onderhandelingen voeren met verschillende partijen. Daar zitten verschillen in. En dat is zo. De controlerende taak van de Kamer is een hele belangrijke. Ik zie dit ook onder controlerende taak. Ik heb liever dat we voorkomen dat er onjuiste informatie in de buitenwereld komt. Ik heb liever niet dat er eerst onjuiste informatie komt en dat er dan een groot debat komt omdat die informatie onjuist blijkt te zijn. En we zeggen, nou ja, dat is wel lekker zuiver. Voor het aanzien van de politiek gaat dat denk ik ook niet helpen. En ik hoop dat u mij vergeeft, maar gezien uw uitlatingen heb ik daar enige twijfel over, dat ik ook probeer te voorkomen als VVD'er, en dat geldt voor Kamerleden ook, dat bewindspersonen onnodig in de wind komen te staan. Als je dat kan voorkomen, als iemand een advies vraagt, dan geef je het, ga je niet weglopen. Maar dat kan je van meningen over verschillen. Maar de Kamer is een controlerende rol, in generieke zin, dat deel ik zeer. Dat, in die zin, dat herhaal, dat sluit ik dat ook nog steeds aan bij wat de heer Buma op dat punt zei. Het wordt een probleem op het moment dat er daarmee informatie weggehouden wordt, verkeerd wordt geïnformeerd. Dat deel ik. Maar dat ik constateer, maar dat is nogmaals mijn constatering, ik laat de bewindspersonen ook graag daar zelf nog hun invulling aan geven. Ik constateer, als ik kijk naar het feit waar het over gaat, dat ik dat advies niet alleen begrijpelijk vind, maar gezien wat er voor lag ook wel verstandig. Maar ja, moet je dan tegen iemand zeggen, nou ja, ga maar een blauwtje lopen. We zien het aankomen, maar doe je best, want dat is staatsrechtelijk misschien wel het meest zuiver. Tot slot, de heer Roemer. Dat is niet mijn stijl. Voorzitter. De heer Roemer. Ik kan niet anders dan constateren dat zelfs de VVD-fractie dus actief heeft meegedaan aan het eerder uit de wind houden en beschermen van partijgenoten dan het boven tafel krijgen van de waarheid. Ja, voorzitter, het eerste, ja. Het zijn twee Kamerleden destijds, dus ik kan moeilijk ontkennen dat de VVD-fractie daarbij betrokken was, want het waren Kamerleden. En dat zij met dat advies naar mijn mening verstandig advies gaven, dat klopt. De conclusie daarna wederom, ja, die deel ik niet. De heer Klaver. Voorzitter, ik had nooit gedacht dat we tot een vrij fundamentele discussie over de rol van Kamerleden van de parlementariërs zouden komen. Nou, dat zou toch niet in het rapport. Ja. Ik zou de heer Zijlstra een vraag willen stellen. Niet zozeer over wat de toenmalige Kamerleden van de VVD daar precies op het departement hebben gedaan, maar waarom hij ermee instemde. Ik neem aan dat hij er als fractievoorzitter van de VVD ook mee heeft ingestemd dat zij daar naartoe gingen. En wat was het doel voor deze Kamerleden? Waarom werd bijvoorbeeld ook de campagneleider, zo wordt hij ook genoemd, de campagneleider van de VVD naar het ministerie gestuurd? Een woordvoerder, kan ik me nog iets bij voorstellen, of van justitie, maar waarom werd de campagneleider meegestemd? Wat was daar, welk doel werd hiermee nagestreefd? De heer Zijlstra. Nou, voorzitter, zoals u ook in de beantwoording kunt lezen, waren ze daar op uitnodiging van de minister. En dan kan u, zo werkt het bij de VVD, ik weet niet hoe het bij u is, maar dan komen ze niet bij mij langs met een briefje om toestemming te vragen of ze mogen gaan. Dat is een verantwoordelijkheid die wij graag ook aan Kamerleden zelf overlaten. Het werkt bij ons wel zo dat als wij als bewindspersonen behoefte hebben over afstemming van beleidsstukken, dat soort zaken, dat bij ons de deur open staat om die afstemming te doen.
Maar het is niet zo dat ze die ochtend van mij opdracht hebben gekregen van ga maar. Dat is iets wat gewoon een lopend proces is. De heer Klaver. Voorzitter, ik neem aan dat u dan misschien achteraf daar wel over heeft gesproken. Ik vond het namelijk heel opvallend dat een campagneleider wordt uitgenodigd op het ministerie. Want de hele discussie is nu juist, werd er geprobeerd om de waarheid meer naar boven te brengen op het ministerie? Hè? Werd er echt actief geholpen eigenlijk om de informatiepositie van de Kamer te versterken? Of gaat het erover om de VVD-bewindspersonen uit de wind te houden? Dus mijn vraag aan de heer Zijlstra is misschien niet vooraf, maar daarom achteraf. Waarom was de campagneleider daar aanwezig? De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, ik kan me die vraag goed voorstellen. De zaken die ik ken, maar de betreffende campagneleider, zou ik maar zeggen, moet zo meteen zelf maar antwoorden. Maar die afspraak stond volgens mij al weken in de agenda. Dat had namelijk niets met deze zaak te maken. Maar ja, als je er bent en de minister vraagt je op dat moment van joh, er komt straks nieuws, kan je even meekijken? Ja, dan ben je er. Tot slot. Maar voorzitter, dat is wel heel toevallig. Ja. Dan is de staatssecretaris. Soms is de waarheid zodanig dat je denkt, de staatssecretaris, of de huidige staatssecretaris, de campagneleider is daar. Maar ik vraag u naar uw opvatting als leider van de VVD-fractie. Namelijk dat een campagneleider actief meewerkt. En nog iets langer blijft zitten zelfs dan de woordvoerder op dit dossier. Die daar blijft zitten om mee te schrijven aan persberichten. Wat ik me namelijk kan voorstellen, als je als Kamerlid daar eenmaal zit en je krijgt te horen dat nieuws je nieuwe informatie heeft, daar zou ik het naadje van de kous willen weten. Zou ik precies willen weten wat voor nieuwe informatie is er, is alles op orde? Als ze dat hadden gedaan, dat vind ik nog wel binnen de taakopvatting van de Kamerlid passen. Maar het meeschrijven aan een persbericht, zeker als campagneleider van de VVD, wat was daarbij, op welke wijze is daarmee het ministerie geholpen? Ja, voorzitter, ik weet niet of ze hebben meegeschreven aan het persbericht, want dat wordt elke keer gezegd. Dat weet ik niet, was er niet bij. Ik constateer dat de commissie Oosting en alles wat daarna komt in de beantwoording, dat er wordt aangegeven dat men de suggestie heeft gedaan om dit te veranderen. Ik constateer overigens ook dat de heer Oosting zelf in de hoorzitting en ook in de beantwoording van schriftelijke vragen aangeeft dat er geen sprake is geweest van een wijziging van de lijn van het ministerie door de aanwezigheid van de betreffende Kamerleden. Als dat de constatering van Oosting is, ze hebben adviezen gedaan, kennelijk heeft het ook niet geleid tot hele andere lijnen. Dus dan hebben we ook alweer een andere staatsrechtelijke discussie. Maar dat vind ik een afgeleide. Mij gaat het om het feit dat A, hebben ze meegeschreven? Volgens mij niet. Volgens mij hebben ze gewoon politiek geadviseerd van nou, misschien niet verstandig om iets wat je niet weet, om dat te gaan ontkennen. Nogmaals, vind ik een verstandig advies. Ik zou het zelf, denk ik, ook gedaan hebben als ik daar geweest zou zijn. En waarom ze daar waren en hoe dat gelopen is, dat laat ik ook graag aan hen over. Maar het was niet ongebruikelijk dat VVD-fractieleden, sterker nog, ik kan u vertellen, dat geldt voor leden van beide coalitiepartijen, dat geldt leden van de oppositie, dat er zaken afgestemd worden. De heer Pechtold. Voorzitter, de heer Zijlstra zegt dus dat hij niet wist dat beide Kamerleden daar zaten, nog teruggekoppeld is over het feit dat beide Kamerleden daar zaten en ook niet tijdens hun aanwezigheid er met hem contact is geweest over wat daar gebeurde. Voorzitter, ik zei dat het gebruikelijk is dat Kamerleden voor afstemming daar naartoe gingen en dat ze die ochtend geen toestemming hebben aan mij gevraagd, want ze waren daar op uitnodiging van de bewindspersonen. De één, omdat hij volgens mij al wekenlang een afspraak had staan. In het kader van die andere pet, campagneleider. En ze zijn 's ochtends niet langs geweest om toestemming te vragen. Overigens, als ze het gevraagd hadden, had ik gezegd prima. Maar dat was mijn vraag niet. Ik vroeg of de heer Zijlstra vooraf wist dat ze er gingen, achteraf gehoord heeft dat ze er geweest waren en of tussentijds geïnformeerd is over wat daar gebeurde. Nou, voorzitter, ik ben die dag niet gebeld door die Kamerleden van we zijn nu met een persbericht bezig en zus en zo. En vooraf, wat ik net zeg, ze zijn niet langs geweest om toestemming te vragen. En achteraf hebben we daar vast en zeker over gesproken. Omdat er was het nodige te doen over Nieuwsuur en dat bonnetje. En dat niet helemaal soepel liep, dat hadden wij ook door. Voorzitter, mijn eerste vraag is alweer omdat de heer Zijlstra gewoon geen antwoord geeft. Ze zijn er geweest, er is veelvuldig getelefoneerd, blijkt nu. En de heer Zijlstra zegt, ja, dat hoort bij hun werk. De minister, in antwoord op onze vragen, zegt, wij zaten daar om de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid. De VVD zat daar dus niet, na een jaar lang van gedoe, om nou eens eindelijk te vragen, wat weten we? Nee,
Ze zitten daar om de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid. Terwijl, er zitten 7 man aan tafel. Daar DG Roes zit, die weet dat TV heeft gezegd 4,8 miljoen. Sterker nog, dat staat in de notitie die hij bij zich heeft, waarin die naar de Kamerleden citeert. Teven zit aan tafel, degene die weet, 4,8 miljoen, 4,7, 4,8, wat maakt het uit als het zo dicht bij elkaar zit. En men weet, vanavond komt Nieuwsuur met 4,7 miljoen. 2 bewindslieden zitten daar, nu bewindslieden, 2 Kamerleden zitten daar. Een campagneleider en een justitiewoordvoerder. Nou, nog een keer de vraag over het oordeel. En ik zou u echt aanraden, en ook aan de bewindslieden, om deze verdedigingslinie maar eens los te laten. Want ik ga hem ook eens testen op zijn houdbaarheid. Om de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid. Dat is nul waarheidsvinding. Graag uw reactie. De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, omdat ze ja, niet bezig waren met een Kamerdebat. Als een minister op dat moment vraagt aan betreffende Kamerleden, geven ze een advies. Maar goed, zij waren er, ik niet. Ik oordeel, en daar gaat het hele debat over, de heer Segers begon met zijn vraag, vond ik ook een terechte vraag overigens. Hoe zit het met het feit dat betreffende Kamerleden die 4,7 miljoen eruit gefietst zouden hebben? Daar kwam het feitelijk op neer en daarmee de Kamer essentiële informatie zouden hebben onthouden. Ja, voorzitter, daarvan zeg ik, en dat blijf ik herhalen, en die verdedigingslinie, ja, dat is geen verdedigingslinie, het is namelijk wat ik vind. Op het moment dat je ziet dat iemand van plan is om iets te beweren waarvan je op zijn minst twijfel hebt of het klopt. Want je weet niet of het waar is. Dat was wel duidelijk. Om dan het advies te geven, nou, zou je dat nou wel opnemen, vind ik verstandig. En wat daar voor de rest gebeurt, voorzitter, nou, dat is volgens mij, maar ik kan hem voor de derde keer nou vakaar inschuiven. Daar was ik niet bij. Hebben zij dat soort adviezen eruit gebracht? Ik heb niet de indruk dat ze daar persberichten aan het schrijven waren, maar dat laat ik graag in de beantwoording van hen over, want zij waren er uiteindelijk bij. Meneer ik Pechtold, vond dat advies, en ik ga dat voor de zoveelste keer zeggen, wel verstandig. Meneer Pechtold, alleen als een antwoord, ja, of voorzitter, als er omdat, geen antwoord omdat, op de vraag is. Nou ja, ik ben de zoveelste op de rij over hetzelfde punt, ja. En het deugt gewoon niet. Laat ik het maar gewoon zeggen, er zitten 7 man aan tafel, waaronder Dijkhoff en Van der Steur. 2 man aan tafel weten het bedrag van 4,8 miljoen, namelijk Teven en de directeur-generaal. Nieuwsuur komt 's avonds met informatie waar we al een jaar naar op zoek zijn. En al een jaar krijgen wij te horen dat het 2 miljoen is. En 2 mensen aan tafel hebben op papier en in hun hoofd zitten dat het 4,8 is. Nieuwsuur komt met 4,7 en een beetje en 18 cent. En wij moeten geloven dat dat niet gewisseld is. Wij moeten geloven dat een persbericht alleen herschreven is door de beide heren om de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid. Maak het de kat wijs. Ja, voorzitter, weet u, de moeilijkheid met de waarheid is dat je wat moeilijk anders wat anders kan zeggen dan dat het dat zo is. Dus in dit geval ook. Overigens, als u de heer Pechtold, ik wil met u meegaan. Als u kijkt naar de bedragen, en dat is ook zo'n interessante. Ik bedoel, als je de commissie Oosting leest, dan tollen de bedragen in de rondte. Sommige bedragen lijken ook nog op elkaar, maar zijn heel verschillend. Als ik naar de beantwoording kijk van dat hele blokje, dan zie ik een bedrag van 2,3 miljoen in de notitie van de heer Roes. De verklaring, het gesprek wat hij met de heer Teven heeft gehad. Daar kwam bovenop rente op rente 4,8 miljoen. En dat was een bedrag in totaal, wat dan zou moeten zijn, van 7,1. 7,1 stond in die notitie volgens mij. Of stond niet in de notitie, dat was de optelsom van de 2. 2,3, 4,8 is 7,1. Dat is 1. Dan ging er ook nog steeds rond die 2 miljoen van minister Opstelten, waar hij dan een 750 van had afgetrokken en 1,25. Dus het was 1 grote brei aan bedragen en niemand, dat is althans mijn indruk, niemand wist hoe het precies zat. En dan komt Nieuwsuur. En dan komt Nieuwsuur. En die zegt 4,7. Ja, nogmaals, dan vind ik het verstandig dat je zegt, nou, pas even op met het feit dat je ontkent dat die 4,7 klopt. Want je hebt namelijk zelf ook geen idee. Want je hebt dit bedrag, dat bedrag en dat bedrag. En overigens ook de heer Teven. Want ik hoorde de heer Pechtold
buiten de microfoon zeggen, ja, de heer Teven wist het wel. Maar ik constateer dat in een notitie van de heer Roes, die met de heer Teven heeft gesproken, de optelsom wordt gemaakt van 2,3. Dat was het basisbedrag. Waar rente op rente overheen komt, is 7,1. Dat zat weer niet in de buurt van de 4,7. Conclusie, voorzitter. Conclusie die ik trek is dat ze eerlijk gezegd bij V&J, en dat zegt overigens ook de commissie Oosting, dat ze, they didn't have a clue. En wat ze verkeerd hadden gedaan, was dat ze gewoon niets waren gaan zoeken. Want ze hadden het, dat blijkt achteraf, redelijk gemakkelijk kunnen vinden. En het grote verwijt wat daar is, is dat ze maar door zijn gegaan met eigenlijk wat in 2002 begon. Daar was een bedrag gekomen en eigenlijk zijn ze van, met dat bedrag elke dag verder gegaan. Nooit eens een keer gaan uitzoeken van, hey, klopt het eigenlijk wel? Al die berichten die vanuit Nieuwsuur komen, kloppen die wel? Dus in dat betreffende gebeuren op 4 maart, er zaten allemaal mensen aan tafel die van alles riepen en van wie niemand wist hoe het nou precies zat. De heer Van der Staaij. Voorzitter, de vraag die ik heb slaat toch nog op die passage dat de gesprekken met de Kamerleden niet waren bedoeld als het helpen opbouwen van een verdediging, maar de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid. Zo werd het inderdaad geformuleerd. De heer Pechtold verwees daar net naar. Als ook in toekomstige situaties Kamerleden uitgenodigd worden door leden van het kabinet om opgebouwde verdedigingslijnen te testen op houdbaarheid, zegt de heer Zalstra dan, ja inderdaad, dat hoort bij de gebruikelijke taakopvatting van VVD-Kamerleden. Nou, voorzitter, laat ik het zo zeggen dat dit debat geen aanmoediging is om dat nog eens te vaak te doen. Maar ja, de gebruikelijke afstemming, en volgens mij waren ze in principe daarvoor, om te zorgen dat de stukken die naar de Kamer toe gaan, dat daar de goede dingen in staan. Ja, bedoel, dat gebeurt vaak in coalities. Nogmaals, ik refereer weer aan de heer Buma. Dat je wil kijken, de brief die uitgaat, staan de punten die wij belangrijk vinden er nu goed in? We hebben niet voor niks bijvoorbeeld in een regeerakkoord onderhandeld dat het er goed in staat. Dat gebeurt vanuit beide zijden. Dat vind ik normaal werk. En daar was dit in principe ook een onderdeel van. De heer Van der Staaij. Voorzitter, ik ben het met de heer Zijlstra eens dat het normaal werk kan zijn dat er ook contacten met bewindslieden zijn over uitvoering regeerakkoord of over de vormgeving van bepaalde afspraken, ook met oppositiepartijen, allemaal helemaal mee eens en waar dat in orde kan zijn. Maar als er echt het in dit geval gaat om een controlerende rol van de Kamer, is er iets wel goed gegaan? Zou het dan ook niet zeg maar toch ook strijdig kunnen zijn met ook een dualistische taakopvatting, met juist die controlerende rol van de Kamer, als je te zeer medeplichtig wordt gemaakt in de manier waarop brieven en persberichten worden geformuleerd? Ja, voorzitter, je moet oppassen, dat ben ik met de heer Van der Staaij eens, dat je niet medeplichtig wordt. Daarom moet je ook nooit verder gaan dan advisering. En de brieven die uitgaan, zijn altijd, te allen tijden, de verantwoordelijkheid van de bewindspersoon. Daarom moet je niet een brief gaan schrijven, maar adviseer je. Zeg je, nou, joh, pas eens op, want met mijn politieke antenne denk ik dat dit wel of niet verstandig zou zijn. Vind ik oké. Op het moment dat je er helemaal buiten blijft, ja, de lijn is niet zwart-wit. Of je blijft er helemaal buiten, dat is vrij makkelijk. Als je er buiten blijft, heb je er nooit last van. Als je afstemming hebt over brieven en stukken, dan kom je ook wel op politieke inschattingen. Want dat is ook onderdeel van het politieke bedrijf. Politieke inschattingen, en dat doet vervolgens de bewindspersoon, die doet daar wat mee of doet er niks mee. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. En als die lijn overschreden zou worden, ja, dan krijg je de mistige situatie die we niet moeten hebben. Maar dat je adviezen meegeeft, en dat een bewindspersoon, snap ik ook, mensen van wie hij of zij het politieke oordeel hoog acht, dat hij die mensen even aftapt, dat snap ik. Om daarmee proberen zo goed mogelijk de Kamer te informeren en ook zelf te voorkomen dat je fouten maakt. Tot slot, de heer Van der Staaij. Herkent de heer Zijlstra toch wel mijn aarzeling juist op het punt van als de controlerende rol van de Kamer in het geding is, dat je dan eerder nog op je tellen moet passen en moet zeggen, zorgen jullie dat je de waarheid achterhaalt en of verdedigingslinie houdbaar zijn. Daar heb je toch ook allerlei mensen op departementen voor die daar ook heel goed naar kunnen kijken. Ja, voorzitter, maar voor de vierde keer, ik glijd ook even, want ik wil graag van de bewindspersonen zelf ook horen die aanwezig waren, hoe dat nou precies ging. Maar ik kom elke keer weer terug op dat ene punt. De controleerbaarheid en advisering gaan goed samen op het moment dat je ervoor zorgt dat je collega's op een achterstandpositie worden geplaatst. Dan heb je, dat zeg ik ook, degene die daarna gezegd hebben, wel een probleem. Maar ik heb niet de indruk dat daarvan
hier sprake was. Sterker nog, ik heb eerlijk gezegd de indruk dat precies het omgekeerde is gebeurd. Maar dat horen we van de bewindspersoon. De heer Klein. Voorzitter, waar het gaat over het gesteggel of wel niet, aan cijfertjes en zo, dat is eigenlijk niet zo relevant. Wat veel relevanter is, is het inkijkje wat de heer Zijlstra natuurlijk geeft in een stuk politiek cultuur, wat hij bekend schetst als normaal werk. Normaal werk, begrijp ik het goed van de heer Zijlstra, is dat je met elkaar als kamer, Kamerleden, een selectief deel van de Kamerleden, overleg heeft met bewindslieden en daar vervolgens dan adviezen gaat geven, die dan uiteraard dringend opgevolgd moeten worden. Is dat de cultuur die u schetst? De heer Zijlstra. Nee. Dus dat betekent dat u een cultuur heeft waarbij het normaal werk is, dat er wel degelijk overleg is en in de achterkamertjes van alles nog wat geregeld wordt? Nee. Voorzitter, dan begrijp ik niet waarom de heer Zijlstra dan zo'n interessant verhaal houdt over het normaal werk wat overleg heeft en dat het werkelijk wel degelijk overal achterkamertjes politiek heeft plaatsgevonden en dat de heer Zijlstra daar nu voor wegloopt. Dat was geen vraag. Wederom nee. Het is drie keer nee vanwege het feit dat er elke keer conclusies verbonden worden aan iets waarvan ik zeg dat is het dus niet. Meneer Klaver, u bent net geweest. Ik zie dat u weer achter de interruptiemicrofoon staat. Het is weer een hele tijd geleden. Ik kijk ook naar de heer Zeggers. Wat zegt u? Op een nieuw punt. De heer Klaver. Dank, voorzitter. De heer Zijlstra had het zojuist over, zolang het bij adviseren blijft, is er geen enkel probleem. Wat is de grens dan? Zou hij dat misschien iets meer duidelijk kunnen maken, wanneer is er geen sprake meer van adviseren? Voorzitter, weet u, dat is iets wat je nooit met een schaartje kunt knippen. Het zal altijd ook het gevoel daar zijn van de aanwezigen van, ja, wel, niet. Ik denk dat de heer Klaver dat zelf ook bijvoorbeeld rond het hele gebeuren rond de studiefinanciering. Je praat met ministers, je praat met coalitiepartijen. Je adviseert om bepaalde dingen wel of niet op te nemen. En soms denk je bij jezelf, nou ja, dat is jouw verantwoordelijkheid. Succes ermee, soms adviseer je. Maar uiteindelijk is de bottom line, de verantwoordelijkheid moet blijven, ten alle tijde blijven liggen bij de bewindspersoon. Die is verantwoordelijk. Tot slot. Maar voorzitter, dat ligt het dus per definitie. Want de bewindspersoon neemt uiteindelijk het besluit. En je bent dus voortdurend aan het adviseren. Dat is mijn collega van de VVD, collega Zijlstra zegt, de grens ligt bij het adviseren en daar kan je niet overheen gaan. Dan is wel mijn vraag, wanneer ga je daar dan overheen? En ik denk dat het al fout kan zitten in het adviseren aan zich. Want over sommige zaken ga je niet. Het per se uit de wind houden van de bewindspersoon hoeft niet altijd in het belang te zijn. Sterker nog, heel vaak niet in het belang te zijn. Misschien wel van je partij. Maar niet in het belang van het parlement en van jouw rol als volksvertegenwoordiger. En daar gaat het adviseren dus mis. Dus het is niet de grens wanneer je adviseren overgaat in ik weet niet wat. Maar in als je advies geeft wat niet hoort bij jouw rol en taak die je hebt als volksvertegenwoordiger. De heer Zegers. Mevrouw de voorzitter, ik wil graag op een ander punt van de eerste deel van de bijdrage van de heer Zijlstra wil ik ingaan. Zover was ik eerlijk gezegd. Nee. Inderdaad, maar u had al heel tot wat gezegd. Tot nu toe heeft de heer Zijlstra 1 minuut ongeveer van zijn spreektijd gebruikt. Maar hij heeft daar belangwekkende dingen gezegd. Bijvoorbeeld het feit dat hij de conclusies van de commissie Oosting overneemt. Ja, hij heeft eerder gezegd, die onderschrijft hij en daar ben ik blij mee. En hij zei al eerder bij de uitzending van Eén Vandaag, de deal met Kees H. was een slechte deal. Dat is een ander verhaal dan de 40 minuten persconferentie waarvan de minister-president hebben gehoord. Die heeft gezegd, er zou wel eens een keer iets anders tegenover kunnen staan. Betekent dat als de heer Zijlstra de conclusies van de commissie Oosting overneemt, dat hij afstand neemt van wat de minister-president afgelopen vrijdag gezegd heeft? Nee. De heer Zegers. Mevrouw de voorzitter, allebei kan niet waar zijn. Als commissie Oosting, bij monden van de voorzitter, de heer Oosting, gisteren bij de hoorzitting zegt, er was geen deal, er was geen deal achter de deal, dit is wat het is. Wij hebben alles nagezocht, we hebben doorgevraagd. Dit is wat het is. En dat is een dik rapport wat in opdracht van de Kamer is gedaan. Een onderzoek wat is gedaan om het ondersysteem boven te krijgen. En dan komt een nieuwe optie, namelijk er zou wel eens een keer een extra deal, een geheime deal met informatie die wij niet weten. En er is nieuwe rook, nieuwe mist die ontstaat. Dan hebben we een heel groot probleem, net na het verschijnen van een belangwekkend onderzoek. De vraag was of ik afstand nam van wat de premier zei. Het antwoord op die vraag is nee. Ik wil u ook uitleggen waarom. Die vraag is nog niet gesteld, maar dat zal ik dan maar invullen. Voorzitter, kijk, als ik naar de deal kijk, dan kijk ik naar een in 2000 gesloten, het jaar 2000 gesloten deal. En op pagina 58
van het onderzoeksrapport staat volgens mij heel helder. Daar staat dat hoofdofficier Wrakking, en ik citeer, de woorden van de onderzoekscommissie beaamt, van de onderzoekscommissie, dat er inlichtingen zijn gegeven die strafrechtelijk relevant waren voor één of meer grote strafzaken van de heer Teven, anders dan de zaken van H. De heer Wrakking voegt daaraan toe dat de inhoud van de inlichtingen ook de veiligheid van mensen betrof. Einde citaat. Dat is dus wat de commissie opschrijft. Maar, en daar kwam mijn citaat ook afgelopen week vandaan, ik moet, volgens mij net als de commissie, moet ik constateren, ik ken dat niet. Ik ken de woorden van de heer Wrakking. Mensen beroepen zich, dat staat ook helder in het rapport, op hun geheimhoudingsplicht. Dus ik kan dat niet beoordelen, net als de commissie Oosting dat niet kan. En daarom zeg ik, het enige wat ik kan beoordelen is de ontnemingsschikking. Nou, daar ben ik inderdaad helder over. Dat vond ik geen goede deal. En dat is wat ik ervan vind. Tot slot. Mevrouw de voorzitter, de heer Oosting was glashelder gisteren. Hij zei, al zou er een geheime deal zijn geweest, dan was die niet legaal. Was daar geen toestemming voor. Stond daar onvoldoende tegenover. Bovendien hebben wij de heer Teven aangeboden om ons vertrouwelijk te informeren. Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Wij hebben die vertrouwelijkheid aangeboden. Dus al zou er meer zijn, dan heeft het onvoldoende substantie. En dan is het niet volgens de regels van de rechtsstaat, heeft het zich afgespeeld. En de heer Teven heeft daar niet meer over willen zeggen, terwijl hij die mogelijkheid wel had. Dan komt er een moment dat de heer Oosting moet zeggen, dit is wat het is. Het deugde niet. En dan is de vraag, nemen we dat over of nemen we dat niet over? Maar voorzitter, volgens mij zeg ik dat net ook. Net als de commissie Oosting. Ik kan alleen maar kijken naar de ontnemingsschikking. Nou, dan ben ik het zeer eens met de commissie Oosting. Dat heb ik volgens mij de afgelopen week ook duidelijk gezegd. Het eerste deel staat er ook in. Dat kan ik niet beoordelen. Net als de commissie Oosting. Overigens, laat ik dat ook zeggen. Maar ik heb helemaal geen zin om in kritiek op de commissie uit te komen. Maar dat vond ik nog net het ene stukje waarvan ik denk, is jammer. Dat juist omdat we het niet kunnen beoordelen, kunnen we het niet beoordelen. Dus dan kun je ook niet achteraf zeggen dat er, al was er een deal geweest, dat het sowieso niet goed was. Want we kunnen het niet beoordelen. Dus dat vond ik eerlijk gezegd dan het enige waarvan ik denk, nou, misschien was dat nou verstandig van de heer Oosting om dat te zeggen. Als je het niet kan beoordelen, kan je het niet beoordelen. Ik kan het niet beoordelen. Ik kijk daarom naar de ontnemingsschikking en daarvan zeg ik, geen goede deal. En wat er voor de rest gebeurd is, geheimhoudingsplicht. Kom ik daarop terug. Daarvan is gezegd, hadden ze dat dan niet moeten doen? Ja, voorzitter, we hebben het hier over deals, een deal die gesloten is met een crimineel. De woorden van hoofdofficier Wrakking, die, zoals de heer Oosting zelf ook zei, je buitengewoon serieus moet nemen, geven aan dat het onderdeel is geweest van latere strafzaken. Hij geeft ook nog in de media aan dat dat tot zware veroordelingen heeft geleid. Maar het onderdeel van zo'n proces, en die zorgvuldigheid wil ik wel in acht nemen, is dat als je zoiets doet en daar zit geheimhouding op, dan zit daar geheimhouding op. Als je dan gaat zeggen, nou weet je, het kan 10 jaar, 20 jaar later, via welke achterdeur dan ook, toch openbaar gemaakt worden, toch met anderen gedeeld worden, dan schend je die vertrouwelijkheid. Ik zou het heel graag willen weten. Ik denk, iedereen zou het heel graag willen weten. Maar ik snap dat de mensen die betrokken waren bij die deal, dat die zeggen, wij hebben die geheimhoudingsplicht en dan houden we ons daaraan. En dat zat ook dus, dan hadden we gewoon de commissie Oosting denk ik een hele andere opdracht mee moeten geven. Maar dat was niet zo. Dus ik snap dat. Maar omdat ik het niet kan beoordelen, ik herhaal het, kan ik het niet beoordelen. Het enige wat ik wel kan beoordelen, daarvan ben ik helder, dat vond ik geen goede deal. De heer Pechtold. Voorzitter, we willen het allemaal wel graag weten. Maar er zijn 3 mensen in dit land, waarvan 2 het weten, die nog in deze theorie geloven. Teven, Wrakking en Rutte. Rutte weet het waarschijnlijk niet, maar houdt het voor mogelijk. En de vraag is nu of de fractieleider van de VVD zich bij dit illustere gezelschap aan wil sluiten, of gewoon met ons wil constateren dat als de heer Teven of de heer Wrakking iets hadden willen vertellen, dat in 2000 kon, ze dat niet hebben gedaan, ook niet aan hun superieuren. Dat dat in 2015 kon, toen Teven gehoord werd, hij weer die kans niet gegrepen heeft, of ieder ander moment. En ik vind de suggestie die de heer Zijlstra nu overeind houdt,
vind ik een smet op de commissie Oosting. Want Oosting heeft gisteren ook gezegd: iedereen die nog volhoudt dat er wat tegenover staat, moet nu of met bewijs kopen of zijn mond houden. En wat mij betreft geldt datzelfde voor de heer Zijlstra. Nou, voorzitter, dan herhaal ik wat ik net zei. Ik begrijp dat als je in zo'n situatie een deal sluit en daar staat geheimhouding op, dat die geheimhouding door betrokkenen wordt gerespecteerd. Dat vind ik, hoe graag ik het ook zou willen, ik zou het graag willen weten, maar ik vind dat normaal. Dan hadden wij nogmaals de commissie met een andere boodschap op weg moeten sturen. Dat hebben we niet gedaan. Voorzitter, als je dat constateert, dan constateer ik vervolgens dat er van alles omheen gezegd wordt, ook in het rapport zelf. Ik bedoel, dit is niet een constatering van de heer Zijlstra, dit is niet een constatering van wie dan ook, dit is een constatering, een zin, een citaat uit het rapport. En vervolgens zeg ik, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik kan hier niet over oordelen. En dat kan ik ook oprecht niet, want ik weet het niet. En dus kan ik alleen oordelen over dat deel wat bekend is, dat is de ontnemingsschikking. En die ontnemingsschikking, daar heb ik een helder oordeel over, dat is geen goede deal. Tot slot, voorzitter, het moet nou echt eens ophouden met die mist. Ja. CSH was veroordeeld tot 15 jaar. Voor harddrugs, voor softdrugs en voor het opblazen van een gevangenisdeur. Hij heeft daar ongeveer de helft van gezeten. Hij mocht er zo uitlopen. Daar is inderdaad wat gebeurd. En vervolgens kreeg hij 4,7 miljoen gulden, een boot, de opbrengsten van een appartement, de sieraden van zijn vrouw en overal werd aan meegewerkt om het te geven. Terwijl de minister, VVD-minister Korthals, had gezegd: je koopt je vrijheid niet. Oosting heeft onderzoek gedaan, heeft het helder blootgelegd. En ik vind dat na dit debat Fracking, Teven, Rutte, Zijlstra, wie dan ook, of zich nu moeten schikken of dan maar zelf moeten aandringen op een parlementaire enquête om de onderste steen die er kennelijk nog is naar boven te komen. Voorzitter, ik vind dat het niet kan dat keer op keer gedaan wordt, gesuggereerd wordt, er kan wel eens wat meer zijn. Dan hadden betrokkenen hun mond moeten open doen en anders is het na dit debat daarvoor te laat. De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, nogmaals. Ja, die geheimhoudingsplicht snap ik. En ik herhaal wat ik zeg. Het enige wat ik kan beoordelen, en volgens mij is dat het enige wat ik beoordeel. Het enige wat ik kan beoordelen is de ontnemingsschikking. En dat vind ik oprecht geen goede deal. En daarbij zeg ik ook richting de heer Pechtold, voorzitter. Maak het ook niet smeuiger dan het is. Want rond de boot en rond een aantal zaken in België, daar staat ook van in het rapport dat dat zaken waren die niet in de beslaglegging zaten. Dus die ook niet weggegeven konden worden. Wekt dan ook niet de suggestie alsof die dingen weggegeven zaten. Het was buitengewoon complex. Het was een tijd waar dit in de kinderschoenen stond. Er zijn dingen gebeurd. Dat is de commissie Oosting buitengewoon helder over. Die gewoon niet goed waren. Daar loop ik dus over niet voor weg. Volgens mij ben ik daar helder over geweest. Maar als ik het oordeel vel, dan vel ik het oordeel op basis van wat in de commissie Oosting rapport staat. Ik kijk naar wat er op pagina 58 staat. Ik kijk wat er verderop staat. Ik kijk wat er bekend is en niet bekend is. En ik vel het oordeel dat hetgeen wat daar staat geen goede deal was. En mooier kan ik het niet maken. Meneer Pechtold. Nou, voorzitter, laat ik dan maar eens vragen wat de VVD onder leiding van de heer Zijlstra dan de afgelopen ruime jaar aan heeft gedaan, heeft om die waarheid wel boven de tafel te krijgen. Het aantal Kamerleden dat hier heeft gestaan voor mondelinge vragen. Het aantal Kamerleden dat hier heeft gestaan vanuit de oppositie om een mondelinge vragen te stellen, schriftelijke vragen te stellen. We hebben een debat gehad in 2013. Daar worden 80 vragen gesteld, 40 interrupties, de VVD geen één. Vorig jaar, of 10 maart dit jaar, weer een debat. Meer dan 50 interrupties, de VVD geen één. Voorzitter, de VVD hoeft het allemaal niet te weten, wil het allemaal niet te weten. En degene die doorvragen, wordt gezegd, er kan nog wel eens wat meer zijn. Ja, we hebben wel een hele belangrijke commissie gehad, die heeft iedereen gevraagd, maar wie weet, er is nog meer. Voorzitter, dat vind ik gewoon een vertoning. Ja, voorzitter, de heer Pechtold moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet zeg. Met alle respect, ik zeg niet, er kan meer zijn. Ik lees op constateringen uit het rapport en ik oordeel over hetgeen in het rapport staat. En ik ben het er nog mee eens ook. Goed, gaat u verder met uw betoog.
Kunt gaat u verder. Zeg ik, mist overcreëren, maar die mist is er niet. Voorzitter. Ja, ik had een paar vragen, maar die zijn zo inmiddels wel gepasseerd de afgelopen, wat is het, uur. Namelijk, hoe zit het nou precies met dat gebeuren op het ministerie, was mijn conclusie, nou die heb ik vaak genoeg gezegd nu, is dat een juiste, kunnen de winstpersonen daar hun licht op laten schijnen? Kan de premier zijn appreciatie van de deal, waar sinds vrijdag de nodige rumoer over ontstond, in deze Kamer nog eens helder aangeven? Voorzitter, dat zijn vragen die wat ons betreft nog beantwoording vergen. Mijn collega's hebben ook al de nodige vragen gesteld. Er zullen nog een aantal vragen, schat ik zo in, zo meteen bijkomen. Er zijn dus nog dingen onhelder, maar wat wel helder is, voorzitter, dat is dat er, en ik zei het al eerder, veel is misgegaan. En dat wil ik ook op geen enkele manier verbloemen. Dat zou namelijk ongepast zijn. En toch wil ik ook een kanttekening plaatsen. Het rapport is er duidelijk over dat het deal vandaag de dag waarschijnlijk niet meer gesloten zou kunnen worden. Maar, voorzitter, de deal werd niet vandaag gesloten. De deal werd in 2000 gesloten. In een periode waarin de opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie aanzienlijk minder ontwikkeld waren dan nu. Wetgeving omtrent ontnemingsschikkingen stond nog in de kinderschoenen. En tegelijkertijd, ook dat is een feit, vierde op dat moment de criminaliteit, de zware criminaliteit, met name in en om Amsterdam, hoogtij. Het was in die tijd dat het Openbaar Ministerie probeerde die zware criminaliteit te bestrijden. En daarbij, dat is duidelijk geworden, zijn soms onconventionele methoden gebruikt. Maar dat wil ik toch ook gezegd hebben, dat voor de VVD ook als een paal boven water staat, dat dit alles wel gebeurde met de intentie om die zware criminaliteit te bestrijden. En voorzitter, laat ik helder zijn. De VVD wil geen openbaar ministerie dat criminelen met een fluwelen handschoen aanpakt. Criminelen moeten we durven aanpakken en daar heb je een openbaar ministerie met lef voor nodig. Maar vanzelfsprekend, handelend binnen de regels van de rechtsstaat. En daarom onderschrijven we de conclusies van dit rapport. Dank u zeer. De heer Pechtold heeft nog een vraag. Voorzitter, ik heb nog twee vragen. Ja. Het eerste is, de heer Zijlstra geeft al zelf aan dat HZ, dat hij dat is. In die sms en andere telefonische uitwisseling met de voormalige Kamervoorzitter. Daar wordt aan de heer Zijlstra medegedeeld nadat Nieuwsuur is gekomen met de klokkenluidersbrief. Het was een storm in een glas water. Ik snap er helemaal niks van. Wat heeft de Kamervoorzitter nou vooraf? Wat heeft ze nou achteraf gezegd? Wat heeft ze bedoeld? En waarom wordt zoiets als een klokkenluidersbrief afgedaan als een storm in een glas water? De heer Zijlstra. Ja, voorzitter, ik kan u alleen maar mijn kant van het verhaal vertellen. Tenzij er een medewerker is die HZ als initialen heeft en exact dezelfde sms heeft ontvangen. Maar ik heb hem in ieder geval ontvangen. De Kamervoorzitter belde mij op, volgens mij was het een donderdag. Volgens mij hadden wij een congres van de VVD of een partijraad. Waar in ieder geval iets van de partij, het weekend daarna. Met een mededeling van, ik ben benaderd door Nieuwsuur. En zij gaven aan mij snel te willen spreken vanwege zware persoonlijke feiten. Dat klonk onheilspellend. En zij had Nieuwsuur uitgenodigd om onmiddellijk langs te komen. En Nieuwsuur had aangegeven dat zij niet onmiddellijk langs konden komen, want ik meen mij goed herinneren dat de betreffende journalist zijn of haar kind van de crèche moest halen. Ik vond dat eerlijk gezegd geen nette gang van zaken. Als je iemand met zo'n zwaar bericht belt, dan vind ik het netjes dat als je op dat moment ook langskomt, dat die persoon ook weet wat er aan de hand is. Later hoor ik van de Kamervoorzitter dat er voor de volgende ochtend een afspraak was gemaakt. Ik meen uit mijn hoofd 10:30 of 11:00. En ik heb haar gevraagd van laat me even weten wat het is. Nou, ik heb de volgende ochtend een sms gekregen. Die kent u. Storm in een glas water. Wat er niet bij staat. Ik heb vervolgens de Kamervoorzitter nog gebeld. En gezegd, nou dat vind ik nou helemaal wel tamelijk vervelend. Ik heb het iets bouter gezegd, eerlijk gezegd. Dat je met zo'n bericht eigenlijk gewoon een nacht uit je slaap gehouden wordt. Want je gaat zitten nadenken van wat is er aan de hand, wat heb ik verkeerd gedaan en wat krijg ik op mijn brood.
en dat het kennelijk een storm in een glas water is. Wil je dat ik onze hoofdvoorlichting met de redactie van Nieuwsuur laat bellen, dat dit geen fatsoenlijke gang van zaken is? Daarop zei de Kamervoorzitter, nee, laat maar, dat is niet nodig. En dat was het. Maar voorzitter, dan zou ik me nog verbazen waarom het hoofdvoorlichting van de VVD dan moet bellen. Ik bedoel, de Kamervoorzitter omdat heeft zij ook lid praat. Is, voorzitter, omdat zij ook lid is van mijn fractie en ik ook een verantwoordelijkheid voel voor leden van mijn fractie. De heer Pechtold had het. Ja, maar voorzitter, het ging toch om de voorzitter in functie en een klokkenluidersbrief aan de Kamer over 4,7 miljoen. Het ging toch niet om wat anders? Nou, voorzitter, ik wist überhaupt niet wat het over ging. Als een lid van mijn fractie, al is zij op dat moment voorzitter, op zo'n manier wordt benaderd, dan heb ik de neiging om te zeggen, dit vind ik geen fatsoenlijke gang van zaken, dan ben ik ook bereid om mensen die dat doen aan te spreken. Tot slot. Uiteindelijk zei ze dat het niet nodig was, maar ik had geen weet van het onderwerp waar het over ging. Tot slot, de heer Pechtold. Voorzitter, dan een laatste vraag. De heer Zijlstra heeft zojuist gezegd dat hij niet altijd weet waar zijn Kamerleden naartoe gaan en wat ze dan gaan doen. Voorzitter, de heer Teven heeft nu een paar keer buiten deze zaal allemaal toelichting gegeven op het rapport. Er voorafgaand op de hele zaak, maar ook weer in reactie op het rapport. Toen wij hem als Kamer wilden horen, is dat door de VVD-fractie geblokkeerd. Maar tot mijn verbazing krijg ik nu een persbericht dat de heer Teven aanstaande maandag in de Heilig Landstichting zal toelichten over de bevindingen van de commissie Oosting over de Tevendeal. Ik vond dat niet heel erg netjes. Ik zou vragen, u heeft een wat grotere fractie dan ik, maar als de heer Teven nog wat toe te lichten heeft, zou die dan hier naartoe willen komen? Volgens mij is die in het pand. Ik ontvang hem graag. Ja, voorzitter, ik heb het zelf op licht gezien. Gezien het feit waar het vandaan komt, moet je dat ook sowieso even checken. En ik kan u vertellen dat de heer Teven daar gewoon een afspraak had voor een politiek café. Dat de betreffende organisatie, zonder de heer Teven daarin te kennen, deze, zal ik maar zeggen, dit lokkertje in de lucht heeft gehangen. En om die reden heeft overigens de heer Teven ook de bijeenkomst afgezegd, omdat hij geen zin heeft om in zo'n setting te gaan opereren. De heer Teven heeft namelijk geen enkele behoefte om de deal of de commissie Oosting toe te lichten. Daarbij speelt ook nog dat de heer Teven Kamerlid is en geen lid van het kabinet. Dus we moeten ook kijken hoe dat staatsrechtelijk precies in elkaar zit. Maar dat terzijde. Dan geef ik nu het woord aan de heer Samson namens de PvdA-fractie. Voorzitter, meer dan 20 jaar geleden vorderde een officier van justitie in Amsterdam de ontneming van honderden miljoenen van een veroordeelde crimineel. Dat zou later allemaal uitmonden in een ontnemingsschikking, de Tevendeal genaamd. Een deal die jarenlang omgeven werd door geheimhouding, aanhoudende vragen en veel mist. Aan die mist en aanhoudende vragen heeft de commissie Oosting nu een einde gemaakt. Ingehouden, afgewogen en precies formulerend komt de commissie tot scherpe conclusies en aanbevelingen. Het onvermijdelijke oordeel: de deal kan de toets der kritiek niet doorstaan en in de verantwoording en informatievoorziening richting het parlement is er veel te veel misgegaan. Voorzitter, er is de afgelopen dagen veel gesproken over waar dit debat nou precies over zou gaan. Laat ik u mijn opvatting geven. Dit debat over de ontnemingsschikking en de afwikkeling ervan gaat in essentie over de rechtsstaat. Over de vraag of de overheid in haar taak Nederland veilig te houden de regels van de rechtsstaat respecteert. En juist wanneer nieuw terrein wordt betreden, zoals hier het geval was, is daarbij uiterste zorgvuldigheid vereist. En in onze democratische rechtsstaat is daarbij maximale openheid en volledige verantwoording aan het parlement onontbeerlijk. En als het daaraan heeft geschort, en dat is in deze zaak het geval, dan dienen we daarvan gezamenlijk te leren. En daar gaat wat mij betreft dit debat over. Dat leren begint natuurlijk wel met een consensus tussen parlement en kabinet over welke fouten er nou precies gemaakt zijn. Zonder dat kan er aan verbetering immers niet worden begonnen. Ik ben daarom allereerst tevreden dat het kabinet de conclusies van de commissie Oosting onderschrijft en de aanbevelingen overneemt. Maar onder die generieke
waardering zitten nog wel een paar specifieke en zeer relevante punten waarover de Partij van de Arbeid absolute helderheid wil krijgen. Zaken waar de afgelopen dagen licht leek te bestaan, of gewoon bestond, tussen de conclusies van Oosting en de appreciatie vanuit het kabinet. En die loop ik heel even specifiek langs. En daar zou ik graag ook een specifiek antwoord op krijgen. Allereerst de waardering van de ontnemingsschikking. Die deugde niet. Klaar. Relevanter nog dan de vraag die we in het eerdere debat wel zagen of het wel proportioneel was om Kees H. zoveel geld te gunnen, speelt in onze ogen de zorgvuldigheid van de schikking een belangrijke rol. De manier waarop toestemming is gevraagd deugde niet. De manier waarop toestemming is verleend deugde niet. En ook de uitvoering van die geaccordeerde deal was uiteindelijk ondeugdelijk. Er kan dus helemaal geen misverstand over bestaan. De deal was niet goed. En ik vraag het kabinet dat te bevestigen. En dan de informatievoorziening aan de Kamer. Het befaamde gespreksverslag tussen de heer Teven en de heer Roes. Hoe kijkt de minister-president nou terug op de beslissing om dat gespreksverslag niet tijdens het debat van 10 maart jongstleden aan de Kamer te verstrekken? Was het achteraf niet beter geweest om wat meer tijd te nemen om het gespreksverslag zelf zorgvuldig door te nemen? Dan was, naar alle waarschijnlijkheid, al in dat stadium besloten tot openbaarmaking. Waarom heeft de premier de heer Teven niet eerder gewoon wat diepgaander bevraagd naar zijn herinnering? Ik vind het verweer op dat punt tot nu toe buitengewoon formalistisch. Want in mijn inschatting vereist de algemene verantwoordelijkheid van de premier voor een zorgvuldig proces dat hij ook af en toe door de formele lijnen heen stapt en daarmee een doorbraak in een dossier forceert. En waarom heeft de minister van VNJ destijds het oordeel van het boomonderzoek over de deal weggelakt? Deze passages bevatten geen vertrouwelijke gegevens over personen, maar hieruit blijkt gewoon dat er een betere deal mogelijk was geweest. Waarom mocht de Kamer nou niet weten dat het boom zoveel kritiek op de deal had? Welke overwegingen lagen nou aan die beslissing ten grondslag? En hoe kan worden gegarandeerd dat dat niet nog een keer gaat gebeuren? Voorzitter, ik rond af. Mocht het lukken om in dit debat overeenstemming te krijgen over wat er misging, en dat zal in grote mate afhangen van de antwoorden van het kabinet, en wat er dus beter moet, dan begint het werk vanaf dat moment. De versterking van de rechtsstaat door het vergroten van zorgvuldigheid, het verbeteren van de openheid, de verantwoording en de effectiviteit. Daarvoor moet nu veel werk verricht worden. Ik wacht met spanning op de voorstellen die het kabinet daarvoor gaat doen. De heer Buma. Ja, dank u wel. Toen de huidige minister en staatssecretaris werden benoemd, zult u als coalitiepartner op zijn minst zijn geïnformeerd. Wist u toen ook van hun buitengewoon nauwe betrokkenheid bij de afwikkeling van deze hele Teven-deal? Nee. En achteraf gezien vindt u het handig om mensen te benoemen die zo tot over hun oren betrokken zijn bij de informatievoorziening, de uiteindelijk gebrekkige informatievoorziening over datgene waar net twee ministers voor waren afgetreden? Antwoord op die vraag hangt af van het oordeel over dat optreden op het ministerie op die bewuste dag in maart. En daar zijn veel vragen over gesteld, die wilde ik niet nogmaals herhalen, maar ik ben net zo nieuwsgierig als velen van u naar het antwoord daarop. Maar dat wekt wel de indruk dat u toen in ieder geval niet wist dat dit aan de orde was. En dat op zichzelf al zegt veel, want het blijkt nu wel heel bepalend geworden. U wist daar ook niet iets van het feit dat zij betrokken waren bij persbericht, bij de afhandeling daarvan? Nee, niet in die detailfase. Ik wist natuurlijk wel dat er twee Kamerleden waren die beide woordvoerder waren op het terrein van de minister en de staatssecretaris van VNJ. Een van de redenen waarom ze nu minister en staatssecretaris van VNJ zijn namelijk. En ik wist dat in de algemene omgangsvormen, die u ook heel goed kent, tussen Kamer en kabinet, en zeker tussen coalitiefracties en kabinet, er veelvuldig contact is en afstemming plaatsvindt over brieven en andere zaken die het kabinet produceert. Nog één vraag. Fractiegenoot Recour is op de hoogte gesteld die dag. Heeft u toen iets gehoord over het bedrag en over de problemen die zich voordeden bij de informatie naar aanleiding van Nieuwsuur? Ik ben dat even nagegaan. De heer Recour was zelfs zo vriendelijk om ook mij op de hoogte te stellen, om 9:15 s'avonds. Ik heb het dus keurig gekregen van hem. Toen was het definitief persbericht klaar. De heer Recour heeft gedurende de dag een telefoontje gehad van de
PA. Dat staat ook ergens in de antwoorden die het kabinet heeft gegeven. Ik heb met de heer Recour gewisseld wat er in dat telefoontje gewisseld zou kunnen zijn. En zonder een gedetailleerde herinnering daaraan. Allereerst is het bericht voor kennisgeving aangenomen. En ten tweede, en dat is consistent in de lijn die mijn fractie en zeker mijn woordvoerder op dit terrein heeft gevoerd, is er gewezen op de risico's dat het best wel een zwaar zou kunnen zijn wat Nieuwsuur die avond aan informatie aan het brengen was. En of men daar wel rekening mee had gehouden. Dat bleek later ook dat daar rekening mee gehouden werd. Want de betreffende passage die flagrant in tegenspraak zou zijn met de waarheid, die is geschrapt uit het persbericht. De heer Pechtold. Maar voorzitter, dat is wel opvallend, want twee keer in de beantwoording van minister Van der Steur komt inderdaad de PvdA als ware er daarmee afgestemd. Tijdens het opstellen kennelijk van het persbericht. En nu elke keer wordt gezegd, ja, dat getal van 4,7 wordt er uitgehaald. Maar wat veel erger is aan dat hele persbericht, is dat gewoon wordt gezegd, Nieuwsuur, dat zijn een stelletje liegers, jokkenbrokken, klopt allemaal geen bal van. Dat wordt er volgehouden. En heeft u toen ook op geen enkel moment gedacht, nou, dan moeten we nou toch eens eindelijk na een jaar flink gaan doorvragen. En dat moeten we niet alleen aan de SP, aan D66, ChristenUnie en de rest van de oppositie overlaten. Ik heb als coalitiepartij nou zo langzamerhand waar we de commissie Kalsbeek, uw partijgenoot, heeft gehad, toch ook wel eens zin in de waarheid om te weten hoeveel miljoenen er naar deze drugscrimineel zijn gegaan. De heer Samson. De eerste zin van het persbericht luidt dat de bewering van Nieuwsuur dat de Kamer onjuist is geïnformeerd. Die is onjuist. De bewering van Nieuwsuur zelf wordt niet tegengesproken. Dat is nou expliciet de passage waarin dat dreigde te gebeuren die het eindversie niet heeft gehaald. De eerste zin van het persbericht luidt, de bewering van Nieuwsuur dat de Kamer onjuist is geïnformeerd, is niet juist. Ik weet niet of dit een letterlijke citaat is, maar het komt er dichtbij in de buurt, denk ik. Dat het minister dat kon schrijven, was deels te danken aan een consistente lijn van onder andere mijn fractie, maar vele fracties, die al sinds bijna een jaar daarvoor de minister een keer hier, u herinnert zich nog allemaal zeer goed, die 2 miljoen als vaststaand feiten, dat zijn de feiten en dat zijn de feiten en dit zijn, en u moet mij vertrouwen en dit zijn de feiten. Sinds hij dat had gezegd, zat mijn fractie op het vinkentouw om te controleren of dat nou wel een ware bewering was. En de minister heeft dat ook in een stadium ver voor dat persbericht al teruggenomen. De brief van, ik herinner me, 3 juni 2014, denk ik. Daarin schrijft de minister van VNJ op dat moment, op Stelten nog. Er is minder zekerheid over dat bedrag. Het is nog wat voorzichtig geformuleerd in mijn bescheiden opvatting, maar goed, het staat er wel. Er is geen zekerheid meer over dat bedrag van 2 miljoen precies klopt. Met andere woorden, vanaf dat moment is ook bij de Kamer bekend dat het bedrag van 2 miljoen zou kunnen kloppen, maar misschien, en in de ogen van sommigen, onder andere mijn fractie, waarschijnlijk niet. Dat heeft er dus ook toe geleid dat bijvoorbeeld het persbericht op die avond van Nieuwsuur niet zo geformuleerd is dat we weer teruggingen in die oude fout. Daar waren we nou net uit. Er waren al fouten genoeg om uit te ontsnappen. Deze was gelukkig wel hersteld. Nou, voorzitter, dat is niet waar, want het is gewoon een dubbele ontkenning. Men zegt, het bericht van Nieuwsuur, ik doe het ook in mijn eigen woorden, dat de Kamer verkeerd geïnformeerd is, is onjuist. Ja. 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 Nou, en vervolgens blijkt dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd. En dat daar aan tafel het groepje van 7, wat dat bericht zat op te tikken, dat zowel DG Roes meer wist als Steven meer wist. Kortom, dat met een beetje meer gedoe men één ding zeker wist, dat bedrag van 2 miljoen inderdaad voor eens en altijd de kachel in kon. En dat de bedragen die inmiddels steeds duidelijker werden richting 5 en 6. Het is vanaf de eerste uitzending van Nieuwsuur, zegt advocaat Kuipers, een bedrag van 5 à 6 miljoen. Min 7,50. Nou, als je het gemiddelde neemt van 5 à 6 miljoen, 5,5. Min 750.000. Waar kom je dan op? 4,7, 4,8. Ja. Dus op dat moment had toch ook dat betrokken PvdA-Kamerlid wel iets meer kunnen doorduwen en zeggen, jongens, kappers met die persberichten en al helemaal als Kamerleden, laten we nou alsjeblieft gewoon eens zorgen dat we de waarheid boven tafel krijgen. De heer Samson. Precies, daarom is vlak na dat persbericht ook de befaamde zoekslag gestart, die al binnen enkele dagen, gênant als het was, leidde tot het werkelijke bericht.
Dus volgens mij is daar precies bijgedragen aan de waarheidsvinding, zoals we die met z'n allen zo nastreven, zei het veel te laat en veel te terughoudend. Maar dat lag aan de minister van VNJ en die heeft daar ook verantwoordelijkheid voor genomen. De heer Klaver. Voorzitter, ik wilde nog even doorvragen naar de werkwijze van de coalitie. Ik hoorde de heer Zijlstra namelijk zeggen, er is voortdurend contact met de verschillende bewindspersonen. Dat doet zowel mijn fractie als ook de coalitiefractie van de PvdA. En ik snap dat heel goed als het gaat over je medewetgevende taak. Als er wetten worden gemaakt, voorstellen komen dat je er overleg over hebt. Maar als het gaat over de controlerende taak, als het gaat over de informatiepositie van de Kamer, is dan wel eens wat er nu is gebeurd met twee Kamerleden die Opstelten moesten helpen. Is dat ook wel eens voorgevallen bij de PvdA? Is dat inderdaad ook de modus operandi van uw fractie? De heer Samson. Nee, maar ik geef de heer Zijlstra wel gelijk dat het lastig is om daar met een mesje precies een onderscheid tussen te maken. Ik ben het wel met u eens dat in generieke termen gesproken de controlerende taak van het parlement een wat dualer opstelling vereist om te kunnen functioneren dan de medewetgevende taak. Het woord zegt het al. Mede, dan doe je het toch een beetje samen. Ik zat een paar keer met u aan tafel dat te doen. Dus we doen daar allemaal gelukkig aan mee. Daar worden we er beter van. Maar ik ben het in generieke zin met u eens. En wij proberen daar ook zo goed mogelijk aan vast te houden. En mochten wij een keer tot de ontdekking komen dat dat niet juist is gebeurd, ook fouten maken, komt bij de Partij van de Arbeid wel eens voor. Ben ik daar ook streng op. Ik kan u vertellen, wij hebben bijvoorbeeld de praktijk rondom het befaamde bewindspersonenoverleg. Waarbij in vorige kabinetten nog wel eens zeer uitgebreid werd voorgesproken over wat er daarna in de ministerraad zou worden besproken. Die hebben wij teruggeschroefd. Zeer sterk teruggeschroefd, omdat ik eigenlijk vind dat waar fractie en bewindslieden aan één tafel bij elkaar zitten, dat soort zaken wat minder expliciet besproken moeten worden. Want de controlerende taak komt daar nogal vaak om de hoek kijken. Dat is een voorbeeld, maar ook een beetje in generieke zin omschreven, want ik kan niet een heel specifiek dit voorbeeld. Nogmaals, ik ben erg benieuwd naar de beantwoording van de minister en staatssecretaris op dit punt. Voorzitter, dan laat ik dan meer op deze zaak inzoomen. Ik bedoel, het is altijd makkelijk om te zeggen, je kan het niet helemaal met een schaartje knippen. Volgens mij is die vrij evident dat het hier niet over de wetgevende taak ging. Van de medewetgevende taak van de Kamer. En dat het hier echt over de controlerende functie is die we hebben. Dus in dat licht, hoe beoordeelt u dan het optreden van uw coalitiegenoten en de fractiegenoten, die hoe ze zich in deze zaak hebben opgesteld? Nou, dat hangt dus toch af van het antwoord van de minister en staatssecretaris. Want ik ben het met de eerdere vraagsteller eens dat dat wat ambigu of ambivalent, ik weet niet wat het juist precies een Nederlands woord is geformuleerd. De testen van de houdbaarheid of zoiets dergelijks. Ik heb daar een eigen uitleg van die wel klopt, maar er zijn ook uitleggen mogelijk die inderdaad zich niet zo goed verhouden tot een duale opstelling. In dit geval hebben twee Kamerleden de minister behoed voor het maken van een vrij grote fout, namelijk het verkeerd voorlichten van het parlement. Ik kan niet uitsluiten dat mijn fractie dat ook wel eens eerder heeft gedaan. En ik vind dat eerlijk gezegd ook niet onoorbaar. Dat je elkaar bijstaat in het voorkomen van fouten is ook in het parlement. Het is al zo onmenselijk hier, maar het is een vrij menselijke en goede eigenschap als je samenwerkt. Dus ik geloof dat dat niet zo'n groot probleem is. Als er werkelijk meer is gedaan dan dat en een soort sparringsspel eens even getest is hoe je met een verkeerd persbericht toch de finish kan halen. Ik formuleer het nu expres een beetje naar de andere kant, maar de heer Buma zat meer op die lijn, had ik de indruk. Ja, dat lijkt me onjuist en dat moeten we ook gewoon voorkomen om te doen. De heer Segers. Dank mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag over de persconferentie van afgelopen vrijdag van de minister-president. Er was wat verbazing onder journalisten die erbij waren, die de vraag stelden. Er zijn mensen die met gemengde gevoelens naar hebben gekeken, omdat wij als Kamer een commissie hebben ingesteld, het verzoek hebben gedaan, zoek het nou eens uit. Dit sleept al heel lang, dat gaat terug naar een deal van 15 jaar geleden. We hebben allerlei debatten, allerlei vragen gesteld. Zoek het nou eens uit, er ligt een rapport en de commissie zegt dit is het. En er komt een extra versie, komt er langzij, zegt nou, het zou misschien wel veel meer en anders kunnen zijn. Hoe heeft de heer Samson daarnaar gekeken? Nou, dat vond ik niet. Ik heb daar ook naar gekeken. Ik probeer dat zo goed mogelijk te volgen altijd en deze keer lukte dat. Buitengewoon vermakelijk, maar ik vond het niet handig en dan formuleer ik het rustig. Ik heb er ook een vraag over gesteld. Ik vind dat het oordeel van het kabinet moet zijn en blijven dat de deal niet deugde. Punt. Zonder daarbij nieuwe mist op te werpen rondom mogelijke aspecten van de deal die hem opeens in een ander daglicht zouden kunnen plaatsen. Ik vind dat het kabinet daar helder over moet zijn. Dat lukte bij de persconferentie niet helemaal. De heer Segers. Dat is een vrij heldere reactie.
Dank daarvoor, want we hebben ook inmiddels een reactie van de heer Wrakking in de Telegraaf gelezen. Die zegt van nou ja, er is van alles gaande nog en alles gaat erachter schuil. Die vragen zijn ook voorgelegd aan de commissie Oosting gisteren bij de hoorzitting. Die zegt we hebben alles gevraagd, we hebben overal doorgevraagd. Als het er was geweest, had het niet gemogen, had de toestemming moeten zijn geweest. Dat was er niet. We hadden vertrouwelijk nog door kunnen spreken, daar is geen gebruik van gemaakt. Is dan voor de PvdA-fractie, is dit wat het is en het oordeel van de commissie Oosting, is dat het uitgangspunt en zetten we dan op die manier een punt achter? Jazeker, en precies met dat eerste deel van uw vraag verband houdend. De toestemming deugde niet, zowel het vragen ervan als het geven ervan. Dus er zijn meerdere partijen hebben hier echt grote fouten gemaakt. Vervolgens in de uitvoering, wat dan meer weer aan de vragende partijen was, is er nog eens een keer iets misgegaan. Dus er is geen misverstand over mogelijk. Deze deal mocht niet. Wat er ook tegenover stond, hoe belangrijk dat dan ook was, daar hoeven we het niet over te hebben. En misschien is dat ook gewoon verstandig dat we het er niet over hebben. In sommige zaken is het verstandig om wat minder over te spreken. Dit is er zo één. Het is ook niet nodig, want de deal deugde niet in zichzelf. De heer Rommer. Voorzitter, ik hoor wel een aantal kritische vragen van de heer Samson en het kabinet. Natuurlijk is iedereen geïnteresseerd in de beantwoording. Maar mijn vraag aan de heer Samson is, waarom heeft de Partij van de Arbeid als mede-coalitiegenoot de VVD zo lang laten aanrommelen? Waarom is het niet aantoonbaar, ook in het vorige debat wat we hier samen over hadden, heb ik u daar ook over bevraagd. En in de tussentijd, toen al en nu, nog steeds een houding van, wij kijken ernaar, maar we hebben niet alles op alles gezegd om die waarheid boven tafel te krijgen. In het vorige debat is de commissie Oosting geboren. Met een motie die kamerbreed ook door mij zelf persoonlijk is ondertekend. Wat meer hadden wij kunnen doen dan zo'n gedegen, dat blijkt nu, onderzoek te laten doen? Ja, we hadden nog één ding meer kunnen doen. En dat was op dat moment in het debat de gespreksnotitie te zien krijgen. Daar heb ik dus ook een vraag over gesteld. Dat had het misschien nog completer gemaakt. En ik hoor graag van de minister-president hoe hij daar tegenaan kijkt. Maar ik vraag u, of in antwoord op uw vraag zeg ik, wat had de Partij van de Arbeid meer kunnen doen in het vorige debat? U verwijst daar expliciet naar, dan op dat moment de meest vergaande onderzoekscommissie die mogelijk was in het werk te stellen. Qua tijd, qua inhoud, qua zorgvuldigheid, qua scherpte. Maar goed, dat moet achteraf maar blijken. Maar met het benoemen van de heer Oosting was daar natuurlijk wel een zekere garantie voor gegeven. Ik zou niet weten wat we nog meer aan waarheidsvinding kunnen doen op zo'n moment. Ik vond dat een van de betere momenten van de parlementaire periode tot nu toe. De heer Roemer. Twee jaar lang heeft de Kamer, in ieder geval oppositie, breed alles gedaan om geprobeerd te krijgen de waarheid boven tafel te krijgen. Zelfs als wij vroegen om gesprekken met personen, werd ook door de Partij van de Arbeid zo'n gesprek geblokkeerd. Alles werd gedaan om het klein te houden. We hebben geen enkele manier, behalve het unaniem instellen van deze commissie, het idee gekregen dat de Partij van de Arbeid 2 jaar lang echt zijn uiterste best heeft gedaan haar controlerende taak uit te oefenen. Dat is jammer. Ik ben blij met uw kritische vragen, maar ik ben heel erg bang dat op het eind van de rit het verhaal gewoon is, we keken ernaar en we laten zoals het was. De heer Samson. Voorzitter, we hebben het in dit debat over het opwerpen van mist. Nou moet u ook geen mist opwerpen. U zegt op allerlei momenten waren er momenten dat de Partij van de Arbeid niet helemaal alert was. Welke momenten waren dat? Ik heb hier de hele lijst met momenten voor mij. En daaruit blijkt dat velen in de Kamer, onder andere uw gewaardeerde collega toentertijd Jan de Wit, belangrijke vragen hebben gesteld waar antwoorden op gegeven zijn, waar ook een debat uit voortgekomen is. Ik geloof zelfs dat er een moment was dat de Partij van de Arbeid en de VVD wel een debat wilden en de oppositie dat niet wilde. Afijn, soms zijn belangen net even tegengesteld. Maar dat debat heeft uiteindelijk gewoon plaatsgevonden. En zo is er nog veel meer gebeurd de afgelopen 2 jaar. En hier hebben we in het vorige debat al op gereflecteerd. En we hebben met z'n allen geconstateerd dat het beter had gekund. Dat geldt ook voor de Kamer. Zeker op dat moment. En dus hebben we toen met z'n allen de commissie Oosting in werking gezet. En die heeft geleid tot dit debat. Met vervolgens kritische vragen aan het kabinet. En ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Dank u wel. Oh, de heer Pertels heeft nog een vraag. De heer Pertels. Voor het feit, want meneer Roemer heeft gelijk. In het afgelopen jaar is een aantal keren door de Wit, door het Berndsen, door Segers geprobeerd. We hebben weinig steun van de PvdA gehad. Sterker nog, toen er vorige week een procedurevergadering was en er 8 VVD'ers aankwamen hollen, kwamen er ook een flink aantal PvdA'ers aan hollen om ervoor te zorgen dat de hele boel niet doorging.
En ik heb ook niet heel veel vragen onder de 250 schriftelijke vragen van de PvdA kunnen ontwaren. Dan moet u ook specifiek zijn. In de vorige procedurevergadering werd niet de hele boel geblokkeerd. Er werd één specifieke vraag geblokkeerd. Namelijk het horen van Teven en Opstelten in hun functie, of in, als vanuit hun vorige functie. De heer Pechtold, zeker als ervaren Kamerlid, weet beter dan ik hoe het werkt met ministeriële verantwoordelijkheid. Wij horen, en dat doen we overigens hier, de huidige staatssecretaris en de huidige minister, die zijn verantwoordelijk voor alles. Ook wat de vorige staatssecretaris en minister hebben gedaan. Dus dat voorstel, als ik het maar in de woorden van dit debat mag gooien, deugde niet. Alle andere voorstellen die u daar heeft gedaan, deugden wel. En die gaan ook gewoon door. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens de groep Kuzu-Sturk. Voorzitter, dank u wel. Ook ik wil, net als voorgaande sprekers, mijn dank uitspreken aan het vele werk wat door de commissie Oosting is verricht. Dit debat gaat over het aanzien van de politiek, zei collega Segers aan het begin van het debat heel treffend. Bijna aan het einde van de eerste termijn van de Kamer stel ik de vraag of burgers aan het einde van dit debat meer of minder vertrouwen gaan krijgen in de politiek en het aanzien van de politiek. Voorzitter, bij het aftreden van staatssecretaris Manfeld sprak ik in het debat over een cultuur van misleiding, omdat de Kamer ontijdig, onjuist en onvolledig was geïnformeerd. Een aantal mensen binnen de VVD-vakken waren toen aan het joelen en aan het zuchten. De minister-president was er zelfs een beetje boos over om die woorden. Hij vond het veel te zwaar. Nu is het anderhalve maand later. Mijn eerste vraag, vindt de premier de woorden cultuur van misleiding nog steeds misplaatst? Vindt u het nog steeds te zware woorden? En is er misschien zelfs sprake van een doofpotcultuur? Alles over de Teven-deal ging de doofpot in. De lippen werden op elkaar gehouden, brieven gingen de shredder in, aantekeningen de kluis in. Er moesten politieke offers plaatsvinden om het kabinet te redden. De Teven-deal, voorzitter, heeft tot nu toe één staatssecretaris, één minister en één kamervoorzitter de kop gekost. En ik weet heel goed hoe het werkt met de ministeriële verantwoordelijkheid, maar er is één iemand die gewoon blijft zitten. En die zit in de vakken van de VVD, namelijk de heer Fred Teven himself. En in de tussentijd gaan we steeds verder met de politieke slachtoffers. Volgens deze logische volgorde is het wel duidelijk welke positie nu aan het wankelen is. Voorzitter, de VVD heeft een puinhoop gemaakt van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het begint steeds meer het ministerie van verzwijgers en jokkenbrokken te worden. De crimefighters van de VVD blijken echte crimepleasers te zijn. Maar als je schimmige deals sluit met schimmige criminelen, dan word je ook een schimmig ministerie met een schimmige cultuur. En dat leidt hier in de Tweede Kamer tot allerlei schimmige debatten. Voorzitter, wat ons betreft moeten we geen schikkingen treffen met criminelen. Rechters moeten gewoon hun werk doen. Criminelen spreken we niet in schimmige achterkamertjes, maar in het heldere en transparante licht van de rechtszaal. Politici moeten geen schimmige dealmakers zijn die elkaar aan mooie baantjes helpen en elkaar blijven dekken. Politici moeten volksvertegenwoordigers zijn die de problemen in het land aankaarten en een oplossing voor ogen hebben en daaraan bijdragen. Wat ons betreft heeft deze treurige soap te lang geduurd. Tijd om anders te denken. Tijd om transparant en eerlijk te zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Thieme namens de Partij voor de Dieren. Voorzitter, de VVD moet als grootste partij van het land de hoogste standaard zetten op het gebied van integriteit. Als dingen niet kloppen, zoeken we die uit en dat kan gevolgen hebben. Voorzitter, de minister-president was met deze woorden heel duidelijk in de NRC van 27 februari van dit jaar. En hij moest wel. De VVD was even meer in opspraak dan je van een politieke partij mag verwachten. We hebben in de media een bijna onafzienbare stroom aan integriteitskwesties van de VVD gezien. En voorzitter, ik heb maar 6 minuten spreektijd, dus ik kan ze niet allemaal noemen.
Er werd dus beterschap beloofd door de minister-president. De VVD stelde een integriteitscommissie in. Geen overbodige luxe, zoals Vrij Nederland vaststelde. Geen partij in Nederland had zoveel integriteitsproblemen als de VVD. En toen werd het erger, voorzitter. Was er eerst sprake van onhandig manoeuvreren, van gauwdieverij, het vermoeden van machtsmisbruik en corruptie. Vervolgens bleek dat het VVD-ministerie van Law and Order het niet zo nauw nam met de wet. Schimmige deals met topcriminelen en zoekgeraakte bonnetjes. Als dingen niet kloppen, zoeken we dat uit en dat kan gevolgen hebben. Maar dat hoeft niet, lijkt opeens het nieuwe motto van de premier. Teflon regeerde. Niet het begin van de verklaring voor de Teven-deals en de vergeetachtigheid van Teven en Opstelten. Een minister-president die 5 kwartier in een uur praat, maar geen enkele helderheid verstrekt. Voorzitter, een overheid die van burgers verwacht dat bij de belastingaangifte elk bonnetje kan worden overlegd, dat in uitkeringssituaties zelfs elke tandenborstel in de badkamer verantwoord wordt. Een overheid die van elke ondernemer vraagt om op de dag nauwkeurig aangifte te doen van de omzetbelasting op straffen van een fikse boete. Voorzitter, die overheid heeft bij monden van de minister-president laten zien dat als het de overheid zelf betreft, het niet interessant gevonden wordt om verantwoording af te leggen over schimmige deals die met criminelen buiten de belasting om worden gesloten. En als VVD-politici de klok horen luiden, gingen ze niet op onderzoek, maar haalden ze de klepel eruit. Voorzitter, gecreëerde verwarring is het centrale thema van dit debat. Het is onbegrijpelijk dat er op een ministerie cruciale gegevens zoek raken. Of het nu gaat om fotorolletjes uit Srebrenica of tapgesprekken van overleg tussen een VVD-staatssecretaris en een VVD-senator in een corruptieonderzoek of afschriften van een deal met een crimineel. Het is ook een kwestie van vertrouwen, zei toenmalig minister Opstelten in 2014. En dat leidde ertoe, voorzitter, dat journalisten van Nieuwsuur op zoek gingen naar de gegevens die het departement niet kon vinden. Met succes. Ik zeg, laten we de bezuinigingen op de publieke omroep nog eens heroverwegen. Het wel bewust onthouden van cruciale informatie aan de Kamer is een politieke doodzonde. Als dat verzwijgen bedoeld is om partijgenoten uit de wind te houden, wordt dat nog veel erger. En als politieke handlangers die de informatie actief hebben verzwegen en vervolgens als dank daarvoor het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben mogen overnemen, voorzitter, dan kan dat onmogelijk tot zonder gevolgen blijven. Het geldcentrale denken en de machtspolitiek hebben het vertrouwen in de coalitie zeer geschaad. Maar dit uitgeregeerd kabinet kan zich geen nieuwe verkiezingen veroorloven. De coalitiepartijen schuilen bij elkaar uit angst voor hun kiezers. Voorzitter, de minister-president en de minister en de staatssecretaris hebben veel uit te leggen. Wat ze niet zullen kunnen zonder daar consequenties aan te verbinden. Dit debat gaat niet over een deal van 15 jaar geleden, maar over de geloofwaardigheid van deze minister-president, van deze minister en van deze staatssecretaris. Kiezen VVD en Partij van de Arbeid er opnieuw voor om zich aan elkaar vast te klampen, om de foute keuzes van de VVD-bewindslieden en consorten met de mantel van hun gedwongen huwelijk te bedekken? Dat, voorzitter, is de vraag van vandaag. Alle andere vragen zijn beantwoord. Als dingen niet kloppen, zoeken we die uit en dat kan gevolgen hebben. Dat kan gevolgen hebben, voorzitter. En voorts ben ik van mening, en dat zal u niet verbazen, dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Thieme. Dan geef ik nu het woord aan de heer Krol namens 50+. Mevrouw de voorzitter, ik ben er zo bang voor dat op het moment dat wij hier serieus over deze kwestie praten, er op dit moment enkele topcriminelen thuis of in hun luxe buitenverblijf in zonnige streken gierend van het lachen van de bankrollen. Dolle pret, omdat twee werkwijzen volkomen strijdig zijn met elkaar. Aan de ene kant de open, transparante, democratische spelregels en aan de andere kant de duistere, keiharde, niets of niemand ontziende wetten die gelden in de onderwereld. Wie zei wat wanneer? Wie deed wat op welk moment? En
was dat voor de volle 100% correct volgens de spelregels van dit huis. Met de informatie die nu beschikbaar is, blijft het voor ons moeilijk te beoordelen of de deal goed, minder goed, slecht of zeer slecht was. Een schimmenspel. Kan de minister-president daar daarom nogmaals op ingaan? En een andere prangende vraag, waarom werd de Belastingdienst buiten de deal gehouden en geeft dit kabinet de garantie dat dat nooit meer zal gebeuren? Waar 50PLUS zich, net als veel collega's, vooral zorgen over maakt, is de informatievoorziening naar de Kamer. Informatievoorziening vanuit een ministerie dat slechts door één politieke partij wordt geregeerd. Veel vragen zijn al gesteld, maar namens 50PLUS stel ik de voor ons meest belangrijke vragen. Waarom heeft de minister-president gehandeld zoals hij gehandeld heeft? Eerst ontkennen, dan bagatelliseren, soms wat weglachen en nu schoorvoetend toegeven dat er meer aan de hand is. Waarom zei de minister-president dat hij van niets wist, maar suggereerde hij wel dat de deal goed zou zijn? En, veel collega's noemden dat, vindt de minister-president het zuiver dat twee Kamerleden in deze kwestie adviseerden op het ministerie bij de opstelling van het persbericht waarin cruciale informatie op hun advies werd geschrapt? En sinds wanneer is het gebruikelijk dat een campagneleider zeer direct betrokken wordt bij informatievoorziening vanuit het ministerie over een zeer gevoelige kwestie? Dit ministerie wordt al gezien als een VVD-fractiebolwerk, maar op deze manier lijkt het wel een verlengstuk van het VVD-campagnebureau. Waarom is het kabinet zo terughoudend geweest met de informatievoorziening en waarom moet en moest de oppositie in de Kamer met haar volle gewicht blijven touwtrekken om de informatie los te peuteren? En welk effect heeft deze handelwijze op het imago van de politiek? Hoe kijken de bewindslieden aan tegen het interview met oud-hoofdofficier van Justitie Wrakking vanmorgen in de Telegraaf? Mevrouw de voorzitter, van 50PLUS in deze eerste termijn nog geen definitief oordeel. Wij wachten de antwoorden van de bewindslieden af. Maar als straks blijkt dat alleen de eigen partij en tandenknarsend de coalitiepartij de minister-president blijven steunen, is dan een simpele meerderheid nog wel voldoende om het vertrouwen van de mensen thuis te behouden. En helemaal tot slot, hoe rijm ik de twee verschillende uitspraken van de beide coalitiepartners? De minister-president van VVD-Huizen die zegt de deal mocht en de heer Samson van de Partij van de Arbeid die zegt de deal mocht niet. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Krom. Dan geef ik nu het woord aan de heer Klein. Voorzitter, het debat kent twee delen. De Tevendeal zelf en hoe daar politiek mee om te gaan. Voor wat de deal zelf, interessant, maar met veel oordelen met de wijsheid achteraf, 15 jaar na dato, waarbij de wetgeving over de deals inmiddels is gewijzigd. Dus kunnen we er niet veel van leren, maar het is wel interessant historisch onderzoek. Maar dan deel 2. Eén blik op de discussie die we hier vandaag voeren geeft mij de fractie het gevoel dat we steeds meer tot een bananenrepubliek aan het ontwikkelen zijn. Politici trekken zich steeds minder aan van het feit dat ze of van de wetgevende of juist tot de uitvoerende macht behoren. In het geval lijkt het erop dat de grenzen steeds verder vervagen. Een politieke cultuur waar Kamerleden een minister adviseren in de uitvoering. Deze gang van zaken valt natuurlijk te betreuren, maar mijn fractie zegt ook laten we onszelf nou niet voor de gek houden. En net doen alsof er iets nieuws aan de hand is. Rolverwisseling vindt al veel te vaak plaats. Deals, advisering tussen complete fracties en bewindspersonen, gesmeed in achterkamertjes of tijdens dineetjes, zijn immers al jaar en dag schering en inslag. U herinnert zich vast nog wel de beroemde foto van het diner à deux tussen de heren Wiegel en Van Acht, inclusief wijn en de sfeervolle kaarslicht als symbool van achterkamertjespolitiek. Normaal werk schijnt dat te zijn.
Om dan nu fracties te horen die verontwaardigd reageren of juist bagatelliseren, wanneer ook dit dossier de grens tussen controlerende en uitvoerende macht verdwijnt, is toch op zijn minst lachwekkend te noemen. Achterhamertjescultuur vervreemd, maar wat mensen van de politiek echt vervreemd, is selectieve verontwaardiging. En dan lijkt het verstandig even een moment van bezinning in acht te nemen. Een moment van zelfreflectie, werken aan een politieke verhouding die respecteert en dat vertrouwen ook juist gaat herstellen. Dank u wel, meneer Klein. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik schors nu voor enkele ogenblikken. En daarna volgt een korte extra regeling van werkzaamheden. En aansluitend daarop schors ik de vergadering tot 6:00. Dat is inclusief dinerpauze. Er is op dit moment geschorst. Meneer Zijlstra. Voorzitter, aangezien het inclusief dinerpauze is 6:30. Ik kijk. 6:00, laten we het daarop houden. Dan schors ik voor enkele ogenblikken. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De
vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergaderingen in de Tweede Kamer. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de regeling van werkzaamheden. En ik geef mevrouw... Oh, staat er al. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Ark, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vorige week debatteerden wij...